De Raad live. Dames en heren, we gaan de raadsvergadering openen. De raadsvergadering die betrekking heeft op de behandeling van de voorjaarsnota. Ik zeg dat maar even extra duidelijk, omdat we gisteren ook een raadsvergadering geopend hebben. Maar die raadsvergadering is nog niet afgesloten. Dat gaan we in het tweede deel van de avond doen. Maar we openen ondertussen een tweede raadsvergadering, namelijk die over de voorjaarsnota die we volgende week gaan voortzetten. Welkom bij deze raadsvergadering, leden van de gemeenteraad en natuurlijk ook alle aanwezigen op de publieke tribune, inclusief een aantal insprekers. Welkom. Geldt ook voor de colleges van BMW en de gemeentesecretaris die aanwezig zijn. Wethouder Oostrom heeft afgemeld vanwege andere activiteiten. Welkom natuurlijk die mensen die via de camera, via internet of televisie deze raadsvergadering volgen. En ik hoop dat ik daarmee iedereen welkom heb geheten die aanwezig is of toekijkt. Er zijn een paar afmeldingen vanuit de gemeenteraad. Dat betekent dat de heren Calier en Van Haren en Hogevorst afwezig zijn met kennisgeving. En dat geldt ook voor mevrouw De Groot. Daarmee heb ik, denk ik, voor nu voldoende aangekondigd over deze raadsvergadering. Het wordt een raadsvergadering die zich uitstrekt over drie bijeenkomsten. Ik zei al vandaag de opening en dan woensdag om 19:30 het vervolg en donderdag om vanaf 14:00 een tweede vervolg, omdat we de hele voorjaarsnota uitputtend zullen bespreken. En volgens goed gebruik betekent dat we vanavond vooral de insprekers vanuit onze bevolking de mogelijkheid geven om dat te doen. En dat betekent ook dat ik u voorstel, net als vorig jaar, om het vaststellen van de agenda ook naar woensdag te verplaatsen. Zodat we woensdag eventuele opmerkingen over de agenda kunnen maken en niet dat onderdeel nu bespreken. Dat betekent dat ik direct overga naar het inspreekrecht van onze inwoners. En ik moet even kijken of ik het lijstje met namen ook bij de hand heb, zodat ik het goed kan uitspreken. Ik krijg het van de griffier, want we hebben vier insprekers die met uw raad van gedachten willen wisselen over de voorjaarsnota. Dat zijn in volgorde de heer Pappers, mevrouw Mooi, mevrouw Broek en de heer Van Dorp. En zij zullen zelf ook even te kennen geven aan u waarover zij willen spreken. Ik heb net even met hen gesproken. Ze weten dat er 5 minuten voor hen beschikbaar is, maximaal. Hoeft niet volledig te worden ingevuld, maar mag wel. Ik heb begrepen dat een van de insprekers ook wat beelden daarbij wil vertonen via de camera's of via de schermen waarop u die beelden ook zult zien. En dat na afloop van ieder betoog u ook de mogelijkheid heeft om toelichtende vragen te stellen over de inbreng van de insprekers. Nou, zo gaan we het doen en ik vraag dan ook of de heer Pappers naar voren wil komen. Ik heb hier opgeschreven dat het de voorzitter is van de Volkstuinsvereniging, maar u zult dat zelf ongetwijfeld nog nader willen en kunnen toelichten. De microfoon is al aangezet door de bode voor u, dus we zijn blij dat de insprekers er zijn en dat geldt ook voor u, meneer Pappers, dus gaat uw gang. Voorzitter, college, leden van de raad, ik spreek namens de Volkstuinvereniging Zuidbuurt als voorzitter. Een vereniging die al 80 jaar bestaat. We hebben ongeveer 185 tuinen in verhuur en horen bij de grotere tuincomplexen in Nederland. Een vereniging als de onze zou geen bestaansrecht meer hebben als er niet een beroep kon worden gedaan op veel tuinleden die al hun vrije tijd opofferen om ons complex te laten uitzien zoals het er nu uitziet. Of het nu gaat om toiletgebouwen, kantine, beschoeiingen aan de slootkant. Alles wordt door vrijwilligers uitgevoerd. En door een zuinig financieel beleid is alles door de leden zelf gefinancierd. Dat ook in Den Haag het belang van volkstuinen bestaat,
Blijkt wel uit de uitspraak van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Kleinsma, en ik citeer, dat elke gepensioneerde een volkstuin moet hebben om zijn of haar groenten te kunnen telen. Einde citaat. Wat mevrouw Kleinsma echter niet kon weten, is dat de pachtprijs voor een volkstuin in Vlaardingen in 3 jaar is gestegen van 1,05 euro de vierkante meter naar 1,50 euro de vierkante meter. Dit houdt in dat de prijs voor het pachten van een volkstuin bij de gemeente Vlaardingen door een AOW'er bijna niet meer op te brengen is. En wij deze mensen, die vaak al tientallen jaren op ons complex zijn lijdzaam zien verdwijnen van ons complex. Ons complex behoort inmiddels wat de vierkante meterprijs tot de duurste in Nederland. Beste leden van de raad. U besloot enkele jaren terug om deze verhoging goed te keuren. Ons verzoek aan u om een nieuwe meterprijs vast te stellen, die, zoals het netjes heet, marktconform is. Dat veel gemeenten grote waarde hechten aan groene longen in de stad, blijkt wel uit het aantal volkstuincomplexen in de grote steden. Zo is bijvoorbeeld in Rotterdam bijna in elke wijk een complex te vinden. In Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld 18 complexen. Het principe van een volkstuin was en is dat ieder die dat wilde kon tuinieren op een stukje grond wat van de gemeente gehuurd gepacht kon worden, voor een prijs die geen belemmering kon zijn. Vaak waren dat mensen die na een arbeidsrijk leven wilden gaan genieten van zelfgeteelde groente of fruit. Om u een idee te geven, in Amsterdam zijn 29 complexen en in Groot-Rotterdam zelfs 40. Een overzicht van de prijzen per vierkante meter. Alkmaar rekent 29 cent, Horn 42 cent, Amsterdam 46 cent, Vlaardingen 1,50 euro. Wij begrijpen dat prioriteiten stellen van u als raadslid vaak van u wordt gevraagd, maar het is volgens ons toch een redelijk verzoek om de vierkante meterprijs marktconform vast te stellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Pappers. Uw betoog is duidelijk, maar ik ga toch aan de raadsleden vragen of er toelichtende vragen zijn aan het adres van meneer Pappers. Ja, en voor meneer Hoogendijk geldt dat. Meneer Hoogendijk, gaat u gaan. Meneer Pappers, dank u wel voor uw verhaal. Ik hoor u in uw verhaal zeggen dat in 3 jaar tijd u een stijging per vierkante meter heeft doorgemaakt. Heeft u dat nou leden gekost? Ja, als ik kijk naar de opzeggingen dit jaar, want dit jaar was een vrij grote verhoging, 1 januari. Ja, dan hebben wij inderdaad meer opzeggingen dan anders. En waarom dat mensen weggaan wordt niet altijd verteld, maar ik ken wel een paar gevallen waar gewoon de prijs, ja, de oorzaak is. Ja. Nog een andere raadslid, mevrouw Somers. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, meneer Pappers. Goed om weer eens te zien zo. Meneer Pappers, wat betaalt een lid gemiddeld bij u? Ik neem aan dat er een verschil zit. Dat hangt van de grootte van de, meters af natuurlijk. Van de tuin af. Ja, 1,50 de vierkante meter. Hè. En de tuin is gemiddeld 300 meter. Dus dat zou zeggen, maar ze betalen meer. Ze betalen niet 1,50. Wij betalen 1,50 aan de gemeente. Maar wij berekenen onze leden iets meer. Dat is ook op advies van de gemeente. Om de leegstand te kunnen financieren. Want wij betalen geen pacht over de tuinen die verhuurd zijn, maar over het gehele complex. Ja, daarom. En de mensen zijn dan inclusief het lidmaatschap, verzekering van de brand en diefstal, rond de 650 euro kwijt. Oké, dank u wel. Per jaar. Zijn er nog anderen die een vraag willen stellen? Mevrouw Kader, ja, ook, ik zie dan meerdere. Misschien combineer. Nou, eerst maar even mevrouw Kader. Dank u wel. Mijn vraag is, heeft u al eerder contact opgenomen met de wethouder om het probleem te bespreken of aan te kaarten? Oh, maar die kent ons probleem, hoor. Het antwoord is die dus ja. Die kent ons probleem, ja. En wat was zijn reactie erop? Want de wethouder heeft het niet met ons gecommuniceerd. Nee, ook niet met mij verder. Maar, nee, alle respect. Maar dat besluit is genomen in de gemeenteraad. Boom, klaar. En de gemeenteraad zal moeten zeggen van, joh, we gaan dat veranderen. Ik denk dat de wethouder dat niet op zijn eigen houtje kan doen. Hij kan het voorstellen aan de raad. Heeft hij tot nu toe niet gedaan. Maar misschien nu, ik wat cijfers genoemd heb, dat hij dat lachend doet. Dank u wel. Meneer Van Nieuwenhuizen. Zelfde vraag. Meneer Van Pinbroek.
Wat ik van meneer Pappers graag wilde weten, het tarief, die 1,50 euro per vierkante meter, wat betaald wordt, is dat alleen voor het volkstuincomplex bij u? Of zit voor heel Vlaardingen alle volkstuinen hetzelfde? Het streven van de wethouder was om voor elke tuin hetzelfde tarief te berekenen per vierkante meter. Dat is niet het geval, maar dat wordt een heel uitgebreid verhaal. Er wordt voor drie complexen wordt er 1,50 de vierkante meter gerekend. Dat is het complex Broekpolder, dat is het complex Moerman aan de Marathonweg en het complex Zuidbuurt, waar ik dan de vertegenwoordiger van ben. Voor de andere twee complexen weet ik het niet, maar die betalen geen 1,50 de meter. Volgens mij zijn daarmee de toelichtende vragen vanuit de gemeenteraad gesteld. En u heeft die, denk ik, adequaat kunnen beantwoorden. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Sowieso dat u hier inspreker wil zijn, maar ook vanwege de juiste manier van invullen daarvan. Dank u wel. U kunt inderdaad weer naar uw plek gaan. Ik zal zo u vertellen hoe dit verder gaat. Even kijken. Iemand zei voorzitter. Dat was mevrouw de Jong. Ja, ik heb nog een vraag aan u en de griffier. De stukken zoals die worden voorgedragen door de insprekers, krijgen we die ook nog op per mail? U bedoelt de tekst van de spreker? Ja. Bedoelt u dat? Ja, het staat ook op band, dat ben ik ermee eens. Maar het is altijd prettig om iets na te kunnen lezen. Als het mogelijk is. We kunnen afspreken dat de uitgesproken teksten, als de insprekers die kunnen afgeven bij de griffie, dan kunnen en de griffie zit hier in het hoekje van de zaal, dan kunnen die verspreid worden. Nu is het zo, meneer Pappers, dat het niet de bedoeling is dat u ook nog vriendelijke gesprekjes gaat voeren met enkele raadsleden. Meneer Pappers, meneer Pappers, meneer Pappers. Dank u wel. Ja, u mag uw tekst bij de griffie inleveren. Dat geldt ook voor de andere insprekers, zodat u kan worden verspreid. Dan ga ik door naar de volgende inspreekster, in dit geval mevrouw Mooi. En ik heb begrepen dat mevrouw Broek al naast u komt staan, omdat u elkaar na 5 minuten gaat afwisselen. U zoekt even de snelste weg en u kunt... Ja, dat is keurig. U kunt ook van deze microfoon gebruik maken. En ik heb begrepen dat uw bijdrage gaat over laaggeletterdheid en dat ook de beeldschermen gebruikt worden. Ja, mevrouw, dank u wel. Mooi, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter, wethouders, leden van de raad. Heel fijn dat ik hier mag staan. Mijn naam is Emmeline Mooi. En ik sta hier, maar ik sta hier eigenlijk namens een hele grote groep mensen, inwoners van onze stad. En dat is omdat ik 8 jaar geleden me heb verdiept in het probleem van laaggeletterdheid in Vlaardingen. En ik heb het eerste beeld al, als het goed is, op de televisie. 8 jaar geleden begon ik en ik zocht de groep op. En ik vond 14 laaggeletterden van Nederlandse afkomst en ik tekende op het bord. Er zijn 8000 mensen in Vlaardingen die laaggeletterd zijn. Zij vielen van hun stoel. Ze hadden tot dat moment gedacht dat zij de enige 14 waren in Vlaardingen. We zijn nu 8 jaar verder en het aantal laaggeletterden is gestegen naar 12.000. En vanavond wil ik zelf niet te veel zeggen. Ik wil de mensen een gezicht geven. De volgende beeld is inderdaad de cijfers, want... daar kunnen we niet omheen. En daarbij heb ik ook gezegd, het gaat om cijfers, maar cijfers zijn mensen. En de ervaring die ik in de afgelopen 8 jaar heb gehad, is dat deze mensen ontzettend dankbaar zijn dat ze maar een heel klein zetje nodig hebben. En dat daarmee enorme sprongen gemaakt kunnen worden in hun welzijn, gezondheid, opvoeding, vrije tijd, werk, gezinsleven, noem maar op. Op de volgende plaatjes zien we de mensen. Zo zijn we de afgelopen 8 jaar met ze aan de slag geweest. Ze hebben ons nooit in de steek gelaten. En de volgende ziet u ook nog. En nou, die daarvoor, maar deze mag blijven staan. Wat ik wil zeggen is dat deze mensen dankbaar zijn en ook een heleboel te geven hebben aan onze stad. Als wij ze op de juiste manier aanspreken en stimuleren en mogelijkheden creëren om beter te leren lezen en schrijven, kunnen zij heel veel voor ons betekenen en doen zij ook heel graag mee aan alles wat er in de stad te doen is.
We hebben 2 jaar lang bij de radioomroep een eigen radioprogramma gehad. U ziet ze hier. De laaggeletterden zijn aan het woord. Elke week hebben zij een programma verzorgd. We gingen naar het museumbezoek, Jan Andersson, als er weer een tentoonstelling over pennen was of wat dan ook. Wat kunnen wij doen? Dit zijn de mensen. Ze willen heel veel teruggeven, alleen ze zijn moeilijk te bereiken, moeilijk op te sporen. En dus wij zijn aan zet. Wat kunnen wij doen? Nou, dat is op het volgende plaatje te zien. En het belangrijkste eigenlijk bij wat wij kunnen doen is dat we... Er is een nieuwe nota geschreven over laaggeletterdheid. Daar wil ik natuurlijk willen wij aandacht voor vragen. Maar belangrijk is ook dat wij als alle inwoners van Vlaardingen die wel kunnen lezen en schrijven, het begrip kunnen opbrengen en kunnen snappen wat er eigenlijk aan de hand is. Het is nooit een alleenstaand probleem. En bij een juiste aanpak kan je een heleboel problemen tegelijk boven water krijgen. De afgelopen 10 jaar zijn er veel inspanningen geleverd onder de Vlaardingse instellingen om dit probleem aan te pakken. Ze zijn niet succesvol geweest. En wij doen een oproep om de gemeente te vragen om op een professionele wijze de regie te nemen over dit probleem. Dat betekent ook dat iedereen zich gaat verdiepen in het probleem. En nou ja, er staat hier ook al in een taal- en informatiepunt dat opgericht moet worden. Daar zijn wij een groot voorstander van. Het is wel de bedoeling dat er dan goed gekeken wordt naar, als dat informatiepunt er is, waar verwijzen we de mensen naartoe? Want zijn er dan nog mogelijkheden om lessen te krijgen in Vlaardingen? We vragen ook aandacht voor de 2/3... laaggeletterde van Nederlandse afkomst. Wij denken altijd dat iedereen laaggeletterd is die uit het buitenland komt. Nee, alle laaggeletterden, daar is 2/3 van Nederlandse afkomst. En wij vragen aandacht voor taal en gezondheid. Daarom staat Marie hier. Die zal daar het vervolg op vertellen. En wij denken we kunnen alleen maar samen winnen. Dat is het volgende plaatje. En dan wil ik het laatste woord geven aan de laaggeletterden, de doelgroep met wie we al 8 jaar werken en die ons nog steeds trouw zijn. Blijf gewoon doorgaan. Ik blijf gewoon vechten daarmee. Ik zal me nooit loslaten. Ik ben mijn schaamte voorbij. Ik schaam me er nu voor. Ik durf er vooruit te komen. Nu heb ik de angst niet meer. Ik ben hartstikke blij mee. Dus ik ga verder op school. Ja. Wel een stuk makkelijker op reis, omdat je dan toch dat voor een manier zelf in kan vullen. En dat je dan niet bij een ander hoeft te kijken van wat schrijft hij en hoe schrijft hij dat. En ja, dat is toch wel een geruststelling eigenlijk. Je kunt alles in, je bent weer blij en ik kom een heel eind, want ik kan het. Dit is niet van tevoren geregisseerd, hè? Dat hebben ze spontaan, in 1 keer hebben we dat opgenomen. Dit waren onze inwoners. Dank u wel. Ja, u ook bedankt. Is het handig om eerst ook even de tweede bijdrage te horen en dan aan u te vragen of u nog toelichtende vragen heeft, want dan kan dat misschien in 1 keer gebeuren. Ja, laten we het zomaar doen. Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Broek, die aanvullend op de eerste betoog nog een tweede bijdrage heeft over dit thema. Mevrouw Broek, gaat u gaan. Dat doe ik heel graag, dank u wel. Fijn dat ik ook hier een stukje mag vertellen aan u leden van de raad en de wethouders. Wij hebben gezamenlijk een project bedacht om laaggeletterde Vlaardingse inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, om die te helpen. En met name hebben we geprobeerd een project op te stellen dat gaat over gezondheid en laaggeletterdheid. Want laaggeletterden die maken veel meer gebruik van de gezondheidszorg dan mensen die het niet, die wel geletterd zijn. Oh, ben je geloof ik een beetje zenuwachtig. Laaggeletterdheid betekent dat je een bijsluiter niet goed kunt lezen. Laaggeletterdheid betekent dat je moeite hebt om informatie te verwerken die staat op een papier als het gaat om preventie van bepaalde zaken.
Wij hebben een puikplan bedacht. En puik betekent het beste van het beste. Maar puik staat ook voor pop-up informatieklas. Een pop-up informatieklas is een punt wat zich in een wijk vestigt. En wij hebben gekozen om het eerste puikpunt in de bibliotheek te beginnen, in het centrum. En in dat centrum staat, is puik 4 weken vertegenwoordigd, is er per week 3 keer een activiteit die gaat over gezondheidsvaardigheden, verandering van leefstijl en beter lezen en schrijven. Want gezondheid loont en lezen en schrijven ook. In die puikpunten willen we een verbinding maken met laaggeletterden en de maatschappij, de geletterden. En dan moet u denken aan de supermarkt, gezond eten. En wat heb je daarvoor nodig? En het hoeft ook niet duur te zijn. We hebben contact gehad met bijvoorbeeld Dirk van den Broek. En die had echt zoiets van, laaggeletterden, ja, wat moet ik daarmee? Nou ja, hebben we uitgelegd wat dat betekent, laaggeletterd. Ze kunnen niet eens pinnen. Toen zei hij, ja, daar wil ik heel graag aan meewerken. Dus het puikplan werkt naar 2 kanten. We zorgen dat laaggeletterde mensen meer informatie krijgen en beter leren lezen en schrijven. Maar we maken ook de omgeving bewust van het feit, realiseer je dat er in Vlaardingen 12.000 laaggeletterden zijn. En dat dat consequenties heeft voor de mensen. Als ik even denk aan een wat gaan we doen, dan komt er bijvoorbeeld een voorlichting over preventie van borstkanker door Mama Rosa, een stichting die heel graag bij ons wil aansluiten. Die hebben zoiets van, wauw, dit is een project nieuw in Nederland, uniek in Nederland. Als jullie beginnen willen we heel graag meewerken en zorgen dat het misschien straks ook in andere plaatsen komt. Dus Mama Rosa komt. Ze krijgen informatie over waar kun je lezen en schrijven leren. Er zijn leesclubjes in de bibliotheek, speciaal voor mensen die nog lezen moeilijk vinden. Daar besteden we aandacht aan. Er komt een gezondheidstraining. Leefplezier, financiën op orde. Lekker slapen betekent dat. Dus we hebben contact met de bak. Gezondheidsvoorlichting in combinatie met het Vlietland ziekenhuis. Met de DSW, zorgverzekering, waar heel veel Vlaardingers bij zijn aangesloten. Dus die verbinding die komt er. En uiteraard werken we ook samen met Stichting AZ, waar ik zelf werk, waar we heel veel van de doelgroep vinden. In onze oudergroepen. We werken samen met het Taalcentrum. En een heleboel organisaties. Mensen krijgen een puikje. Een klein koffertje waar ze alle informatie die ze tijdens de verschillende bijeenkomsten kunnen krijgen in kunnen verzamelen. En wij hebben vanuit het budget Civil Society geld gekregen om 2 keer een puikpunt op te zetten. Wij willen heel graag verder en het in heel veel wijken zetten. En dat er heel veel Vlaardingers kennis mee kunnen maken en hopelijk de inspiratie krijgen om meer te gaan doen met lezen en schrijven. U komt puik tegen. We gaan starten op 3 september. U bent van harte uitgenodigd bij deze. En we gaan eraan mee aan de slag. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dank u wel. Goed dat u dit in 2 keer 5 minuten heeft kunnen brengen. Ik ga naar raadsleden vragen. Zijn er toelichtende vragen aan? En dan kunt u zelf even verdelen wie die beantwoordt. Eerst meneer Allerliefste voor de fractie van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, beide dames. Ik heb een paar korte vragen. Hoe is de samenwerking met de bibliotheek? En hoe moeten we dat zien, laaggeletterdheid in de bibliotheek? Is dat niet een hele grote drempel voor mensen die laaggeletterd zijn? Daar beginnen jullie ook een eerste puikpunt, heb ik net gehoord. Ja. Dat is dan voor 4 weken, begreep ik. Dus eigenlijk kunnen jullie maar 8 weken terecht. Hoeveel meer zouden er nodig zijn? Dat is mijn tweede vraag. Samenwerking met de bibliotheek is heel goed. Zij hoorden van ons punt, of van ons puikplan en hebben contact opgenomen. En we hebben samen heel goed gesproken. Zij willen ons graag binnen hebben. En wij willen daar ook graag binnen zijn. Want elke maandagochtend is daar al een groep laaggeletterden aan de gang. Zij hebben ook die leesclub waar mensen die moeite hebben met lezen ook al binnenkomen. Nu, op dit moment? Ja, die zijn er nu, op dit moment zijn ze daar bezig.
Dus ja, wij wilden toch wel graag in de bibliotheek zitten. Maar gaan die omgeving en de maatschappij daarbij gebruiken? En bewust worden en zorgen dat mensen daar naartoe komen. En hoeveel punten willen we hebben? Nou, 10. Dank u wel. 10 wijken dus. Meneer Van Nieuwenhuizen. Dank u. Dames, dank voor uw inbreng, dank voor uw opmerkingen. Mevrouw Mooi heeft het over een vraag aan de gemeente om op professionele wijze regie te voeren. En ik zelf denk dan coördinatie, nou, daar is de bibliotheek ergens mee bezig. En mevrouw Broek heeft het over een project gezondheid en laaggeletterdheid met buikpunten. Ik hoop, maar dat is aan u om te reageren, dat het niet te veel versnipperd raakt. Die 17% Vlaardingen, 12.000 mensen is er alleen maar mee gediend met een goede taalles, zal ik maar zeggen. En het moet niet te veel versnipperd worden over diverse projecten. Dat is mijn enige angst. Dus ik pleit toch voor die coördinatie voor zoveel mogelijk centraal. Wie wil reageren? Ja, daar wil ik graag op reageren. Het is allemaal heel versnipperd geweest. En wij zijn nu aan het streven naar een eenheid. U moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld samen schrijven gericht op het aanbieden van lessen aan Nederlands NT1, de doelgroep NT1, is helemaal verdwenen. We hadden een taalhuis in de Hoogstraat, daar hebben we 2 jaar gezeten. Zeer succesvol, bestaat niet meer. Waarom staan we hier? Omdat dit een nieuw startpunt is. Dit is een nulpunt, zo voel ik het ook, na 8 jaar. Een nieuwe start en die willen we gezamenlijk met de gemeente ingaan en de bibliotheek. En PUIC is een onderdeel van dat hele beleid. Want we moeten de mensen, de doelgroep, weer zien te bereiken. Dat taalhuis is gesloten. Ik heb 20 mensen kunnen bewaren omdat we nog maar 1 ochtend in de week open zijn. We hadden er veel meer. Nou, nu moeten we weer opnieuw beginnen. En dit is nu al 10 jaar aan de gang. Laten we dat in gezamenlijkheid doen. En wat u zegt, ben ik het helemaal mee eens. Maar het zou fijn zijn als de gemeente de regierol neemt. En dat die vanuit dat centrale punt in de bibliotheek dat coördineert onder leiding van een zeer professioneel iemand die zowel educatief als pedagogisch-didactisch snapt hoe de doelgroep in elkaar zit, maar ook weet waar de mensen naartoe verwezen moeten worden. Want dat achterland in Vlaardingen, van waar kunnen mensen lessen krijgen, daar moeten we nog eens over praten. Dank u wel. Ik zie dat er meerdere nog een vraag willen stellen. Meneer Terpstra, en dan kom ik zo meteen bij meneer Altendak. Meneer Terpstra. Ja, voorzitter, dank u wel. U zegt dat het 12.000 mensen in Vlaardingen betreft en dat u de doelgroep nog niet helemaal op uw netvlies heeft. Hè? U betoogt om ze proberen te bereiken. Heeft u wel een gevoel of dit een dwarsdoorsnede van de Vlaamse bevolking is, of zitten dit soort mensen vooral rond het sociaal minimum? Daar zit wel een groot deel, ja. Want lage letters zijn betekent dat je een aantal vaardigheden mist. En vaak inactief bent, ja. Meneer Altendak. Dank u wel, voorzitter. En bedankt voor waardevolle informatie. Mijn vraag is eigenlijk over een onderzoek gedaan is hoeveel procent onder de allochtone doelgroep sprake is laaggeletterdheid. Dat is 1. En hoeveel mensen het? Het getal bij mij is specifiek die doelgroep. En andere vraag is, hebben jullie een bijzonder of speciale project voor de doelgroep, om de doelgroep te breken? Ik weet dat het heel moeilijk is, de doelgroep te breken. Hebben jullie een speciale aanpak de mensen te betrekken? Dank u wel. Dank u wel. Een derde van de 12.000 komt uit het buitenland. Is vaak wel geletterd in de moedertaal, moet Nederlands leren. Daar zijn in Vlaardingen hele goede oplossingen voor. En in PUIC bijvoorbeeld is iedereen welkom. Ook niet laaggeletterde bij wijze van spreken. Laat iedereen maar komen. En wij passen wel al het materiaal aan de doelgroep. Dus in makkelijk lezen en schrijven taal. En dat hebben we ook altijd gedaan. Heel erg gericht op
wat nodig is voor de mensen. Het liefste nog helemaal persoonlijk ja, op de personen. Als je ze beter leert kennen, dan kan je ook op de talenten. Ja, ja, wel duidelijk. Ja, ja. Nee, ik denk opeens kort. dus daar letten we heel erg op. Ja, dank u wel. Ik ga even aan deze kant, meneer Borstboom, nog het woord geven. Ja, voorzitter, dank u wel. De meeste vragen zijn al beantwoord. Ja, dat is het nadeel natuurlijk van de taal. Ik ben even benieuwd. Er staat een taalinformatiepunt op het moment van starten, of het is al gestart. Heeft u contact met de wethouder of ambtelijke organisaties? En voldoet het taalinformatiepunt in uw beleving aan de wensen die u eigenlijk heeft? Hè? U hebt al 8 jaar ervaring, dacht ik, zag ik net. Of zegt u van, nou ja, ik heb daar nog wel een lijstje met wensen. En zou u daar dan 1 of 2 van kunnen noemen? Ga de gang. Het taalinformatiepunt is er nog niet. Staat in deze notitie genoemd dat het er zou moeten komen. Wij willen dat heel graag, zoals Emily er net ook al heeft betoogd. Samenwerking is er wel tussen de verschillende organisaties die bezig zijn met taal of met deze doelgroep. Dus wij doen ons best. En hebben met de betreffende ambtenaar ook gesproken naar aanleiding van deze notitie. Hebben daar ook nog wat suggesties voor gedaan. Maar ja, waar onze zorg is, hartstikke goed dat informatiepunt moet er komen. Moet een professional iemand zijn die daar mee bezig gaat. Maar laten we niet vergeten dat er nog wat achter moet zitten. Waar verwijzen ze dan naartoe? Dank u wel. Meneer Boers nog voor de fractie van Ons Vlaardingen. Dank u wel. Ik heb lang geleden eens voor een krant gewerkt met meerdere edities. En me ook bezig gehouden met advertentieverkoop. En wat bleek toen? Dat seksshops, als die in Rotterdam zaten, wilden ze wel adverteren in Schiedam of Vlaardingen. Maar niet in Rotterdam. Zaten ze in Vlaardingen, wilden ze wel adverteren in Rotterdam. Waarom? Omdat mensen uit schaamte niet graag in hun eigen buurt naar zo'n winkel gingen. Nou, hoorde ik net één meneer zeggen, ik ben de schaamte voorbij, maar ik kan me voorstellen dat de meerderheid dat niet is. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Is het dan slim, of hebben jullie daarover nagedacht om die puikpunten, zeg ik het goed, in de wijken te gaan doen? Of zou je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid moeten bieden dat als jij in Holy woont, dat je naar het puikpunt in Oost kunt? Of? Dat was één vraag. Zal ik per vraag doen, dat is misschien makkelijker. Daar hebben we over nagedacht en wij gaan niet vragen, komt u uit deze wijk, dan mag u naar binnen en anders niet. Nee, zeker niet. En mag ik daar nog wat aan toevoegen? We zijn 8 jaar geleden begonnen met samenschrijven. Toen wisten we helemaal niet waar de doelgroep zat. We hebben 14 mensen gevonden en die hebben we meteen ingezet als ambassadeur. En we hadden binnen 3 maanden 60 mensen. Dus zo snel gaat het, als je ze maar... Daarom zeg ik ook, ze hebben een klein zetje nodig. Maar ze moeten dat vertrouwen hebben. U had nog een tweede vraag? Mijn tweede vraag was, ik hoorde net iets over de sociale klasse van de doelgroep. Kunt u ook iets zeggen over leeftijden? Want je zou denken, nou, het zullen wel ouderen zijn, maar iets van verdeling daarvan. Ja, helaas wel. Nou, toevallig, want je gaat natuurlijk dan, als je er zo mag inspreken, weer enorm lezen ook in de recente cijfers, die natuurlijk per jaar veranderen. Ik heb hier bijvoorbeeld staan dat van de VMBO-verlaters, de mensen met een diploma, dat zijn jonge mensen, 15 jaar, is 38% laaggeletterd. Die komen van het VMBO en zijn laaggeletterd. Ja. En hoe kan je een diploma, want die zitten dan in de technische kant en werken met de handen en komen... 18% tussen de 12 en 74 jaar heeft weinig of nauwelijks ervaring met media en computers. Overigens, deze informatie staat natuurlijk ook in de nota die daarover geschreven is. Grijp ook in mijn derde en laatste vraag. Ja, wij zijn niet voor één gat te vangen. Scholen garanderen toch, of horen toch te garanderen, dat je met enig Nederlands taalniveau van school gaat? Sinds een aantal jaren geleden hanteren de scholen referentieniveaus. En daar moeten leerlingen aan voldoen voor als ze uitstromen. Nou, ik heb pas met een mbo-opleiding gesproken en toen zei ik van...
Leidsters in de kinderopvang hebben 3F nodig op spreken en op lezen. Ze stromen, mogen daar uitstromen, maar omdat het mbo is op 2F. Nou, 2F is best aardig, maar om een moeilijke tekst te lezen, een beetje ingewikkeld, daar komen ze tekort. Dus die niveaus zijn er wel, maar... En dan moet je ook realiseren, als je niet van lezen houdt, als het allemaal erg moeizaam gaat, dan na de school doe je het niet meer. En wat je dan niet meer doet, dan zie je het ook afglijden. Dank u wel. Volgens mij heeft u nog niet geantwoord op mevrouw Kalf, die een vraag wil stellen. En meneer Van der Zanden ook nog. Eerst mevrouw Kalf. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik weet al jaren dat er inderdaad veel energie gestoken wordt in laaggeletterdheid. Maar ik schrik een beetje van de twijfel in de bijdrage van mevrouw Mooi. Dat, nou, dat taalpunt, dat zou een mooie geste zijn. Maar ook bij uw verhaal, mevrouw Broek, van daarna zit nog een heel traject. Ik neem aan dat u het stukje in de voorjaarsnota heeft gelezen, wat verwijst naar het voorstel van het college. Daar hangt een prijskaartje aan. U weet beide ook dat elke euro is er één. Ja. En je kan hem ook maar één keer uitgeven. Heel aan bedankt. U de keuze. We gaan dat taalpunt instellen of we gaan ons echt verdiepen voordat we daaraan beginnen in wat er nodig is. En we gaan dat geld uitgeven aan met uw expertise om mensen zodanig te helpen dat ze de taal beter gaan beheersen. Maar dan levert u het taalpunt in. Waar kiest u dan voor? Nou, moet u kijken wie durft. Nee. Nou, dat is wel... Ja. Ook dat is een antwoord. Ja? Nee, maar dat lijkt me niet de plek nu, omdat... Ik begrijp de vraag... Voorzitter, even voor de goede orde. Het is niet om vervelend te doen, maar uw twijfel is voor mij het antwoord... wat in ieder geval de VVD nodig heeft bij de voorjaarsnota. Want uw intentie onderschrijven wij. En wij onderkennen ook het probleem van de laaggeletterdheid. En dat is wat wij graag willen aanpakken. En we willen het liever niet stoppen in een bureaucratie. Dus vandaar de vraag aan u beiden. Maar het is wel zo dat wij de bibliotheek zeer dankbaar zijn dat zij dit nu zo op de agenda hebben gezet. Omdat er in ieder geval weer een nieuwe poging wordt gedaan. En wij natuurlijk heel vaak hebben aangeklopt bij de gemeente. En als daar goed naar geluisterd was, dan was het taalpunt er nog geweest wat dus afgelopen januari wegbezuinigd is. Nou, kijk eens aan. De heer Van der Zanden. Ja, ik heb nog mee mogen maken dat de opening van het taalhuis op de Hoogstraat. U zegt dat het was heel succesvol, maar het is er niet meer. Waar is het nou misgegaan? Om misschien dan te leren voor de toekomst. Ja, daarom. Vertel eens. Dat financiën. Er moet huur betaald worden. En wij hebben altijd wij hebben vrijwillig daar gewerkt. Dus al die lessen gratis gegeven aan de mensen. En we hebben steun gekregen van het Fonds Schiedam-Vlaardingen en van het De Grootfonds. En van de Stichting Lezen en Schrijven. En als dat stopt, dat dus is maar eenmalig. Ja. En we hebben ons succes bewezen. Want we hebben in 1 jaar tijd 72 mensen naar werk toegeleid. En geholpen met brieven schrijven en alles. En we konden niet zelf ook nog de huur gaan betalen. Ja, het antwoord is duidelijk. Ja. Dank u wel. Daarmee mag ik heeft nog een vervolgvraag over stellen? Heeft nog een korte vervolgvraag. Wat vindt u daarvan dan, dat het nu zo is gegaan? Ja, verschrikkelijk. Nou, je moet niet achterom kijken. We staan hier met een ongelooflijk positief gevoel. En wij zijn ontzettend blij dat dit papier er ligt. En dat de gemeente dit geschreven heeft. En wij hopen van harte dat wij... met gezamenlijke inzet, daarom ook deze oproep, er iets moois van gaan maken. Omdat het wel om onze medeburgers gaat. En dat is het. Daarom staan we hier. Dus niet achterom kijken, vooruit. Dank u wel. Daarmee waren een flink aantal vragen vanuit de Raad die volgens mij adequaat zijn beantwoord door u beiden. Dank u wel daarvoor. En u gaat nu stuivertje wisselen met de heer Van Dorp, die ik naar voren vraag. U kunt... Ik raad u aan nog even de korte route. U kunt blijf vooral nog even zitten, want ik licht zo meteen nog even toe hoe hier omgegaan wordt met uw inbreng. Dan ga ik de heer Van Dorp vragen of hij ook naar de microfoon wil komen. Anders dan de heer Van Pienbroek heeft hij geen kaplaarzen aangetrokken. Maar het gaat wel over het onderwerp van de wateroverlast. U begrijpt waar ik het over heb. Ik geef u de spreektijd. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter.
Ik wil graag dat er een investering wordt vrijgemaakt voor de excessieve regenval in Vlaardingen. Daar ga ik een verhaaltje van vertellen. Afgelopen raadsvergadering betrad de heer Pienbroek de raadsvergadering met kaplaarzen. Dit om aandacht te vragen dat er wederom diverse straten in Vlaardingen te kampen hadden met wateroverlast. GroenLinks en ons Vlaardingen zijn actief met het onderwerp en proberen dit onder de aandacht te brengen. Chapeau daarvoor. Vlaardingen heeft een verbreed gemeenschappelijk rioleringsplan uit 2013. Een waterfunctieplan uit oktober 2007. Dit is opgesteld samen met Waterschap Delfland. In deze rapportage staan geen oplossingen, maar constateringen. Er staat alleen in, we hebben te maken met extensieve of wateroverlast. In het rapport staat ook een conclusie op blad 2. Ernstige wateroverlast is de afgelopen jaren niet voorgekomen en de rioleringheffing ligt net onder het landelijk gemiddelde. Dus ik zie graag de rioleringsheffing heel erg stijgen. De gemeente heeft tevens een zorgplicht. Dat betreft het zorgplicht met betrekking tot het grondwater en regenwater. We kunnen wel een riolering vervangen, maar dat is pappen en nat houden. Dat heeft niets met zorgplicht te maken. Het huidige verbreed gemeenschappelijk rioleringsplan is geldig tot 1 januari 2017. Dus ik zou graag willen dat in het nieuwe rioleringsplan er een aantal plannen staan omschreven hoe we die extensieve regenval kunnen aanpakken. Ik wil u verzoeken om het nieuwe plan daarvoor dus apart een hoofdstuk op te nemen met apart een budget voor de regenval. Niet een algemeen budget, want dan weten we niet goed waar het blijft. Het plan is ook 4 jaar geldig, dus maak een plan, concreet plan, voor 4 jaar. Op pagina 28 in de voorjaarsnota staat, we hebben een voorziening van 2,5 miljoen. Maar naar mijn inziens is dit veel te laag, zeker wat de komende tijd nog op ons af gaat komen. Verder wil ik u mededelen, willen we in Vlaardingen er echt iets van maken, dan zullen we er een actieplan van moeten maken. Dat was het. Dank u wel, meneer Van Dorp, voor uw betoog. Ik denk ook helder naar voren gebracht. Wie van de raadsleden wil een toelichtende vraag hierop stellen? Meneer Bosboom. Dank u wel, meneer Van Dorp. Ik zit even na te denken. Heeft u, ik neem aan dat u als burger van Vlaardingen, niet als deskundige, u hebt geen bepaalde deskundigheid met water? Of wel? Ja, oh, dat wel, ja. Ook. Nou, dan mag ik u wel vragen. Heeft u een oorzaak, althans, weet u ongeveer waar de schoen wringt in Vlaardingen? Ja, er zijn een aantal oorzaken. Wat we begrepen hebben, zal maar zeggen, als je over de Wetering praat en over de Groeneweg en een aantal andere locaties in Vlaardingen, die zijn dermate oud en die zijn aan het zakken. Of die zijn verzakt. Dus daar is, dat is een gegeven feit. Maar dat we er geen oplossing voor vinden, is ook niet goed. Dat is één van de onderdelen. Een ander punt is, we bouwen natuurlijk met ons actieplan wonen fantastisch nieuwe wijken. Maar als je dat van bovenaf bekijkt, zijn het gewoon, is het een plein. Want je hebt woningen, dan krijg je 8 meter een tuintje. Nou, de mensen willen allemaal een terrasje hebben, dus het wordt volledig bestraat. We hebben bijna geen voortuintje meer. Dus als je het van bovenaf bekijkt, is het gewoon een plein. Dat we zeggen, joh, we kijken wel, we houden er wel rekening mee, wordt dan verteld. Maar als je natuurlijk een kleine diameter in het begin hebt van je nieuwbouwwijk, en dat moet nog steeds naar een gemaal toe, en het gemaal is er niet op berekend, of voor een opvangbak wat je eventueel kan bepleiten, blijven gewoon weer delen van Vlaardingen onder water staan. Dus je kan ook kijken bijvoorbeeld weer bij nieuwbouwprojecten naar een stukje grijs water. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld de eerste kuub bij een woning zelf opvangt, zodat je dat kan gebruiken als spoelwater bijvoorbeeld voor je toilet. Het is een kleinigheid, maar het is wel iets. Alleen ja, projectontwikkelaars die houden daar niet van.
Dus kijk, en ik begrijp het verhaal natuurlijk wel dat we zoveel mogelijk woningen op een vierkante meter willen bouwen. Maar we geven dan het aapje weer over naar de wethouder die voor de riolering verantwoordelijk is. Meneer Van Dorp, het is duidelijk dat u inderdaad over expertise bezit op dit vlak. Dus meneer Borsboom is daarmee denk ik op dit moment voldoende bediend. Hij vindt zelf van niet. Heeft u een vervolg? Nee, voorzitter, het is een serieus onderwerp, vind ik. Ik weet niet hoe laat u naar huis te moet, maar ik heb nog even de tijd. Maar u gaat over de vergadering. Maar ik vind het een beetje ongepast. Nee, ja, ik vind het ook een serieus onderwerp. Nee, meneer Borsboom, ik ben even aan het woord. Ik vind het ook een serieus onderwerp. Dus het doet er niks aan af dat ik wel wil proberen uw vergadering ordentelijk te leiden. Maar u heeft een vervolgvraag, begrijp ik. Nou, wij zitten natuurlijk te kijken. Volgende week rond deze tijd zitten we ook hier in deze zaal. En dan zitten we toch te kijken hoe we de plannen moeten maken voor 2017. Dus vandaar dat het goed is. En omdat we de komende week toch geen informatie krijgen van de wethouder, zit ik even te kijken of we kunnen doorgronden waar het pijnpunt zit. En in die zin denk ik dat ik wel wat informatie gekregen heb. En ik zit alleen te kijken van, is er nu sprake van achterstallig onderhoud of is er sprake van een extreme toename van regenval? Dus wat is nou, is dat nou de kip of het ei verhaal? Daar zit ik er nog even mee, voorzitter, als dat mag. Kunt u hierop reageren? Of ik zal kort zeggen, kip en ei. Nou, dat was wel weer heel beknopt. Beide. Achterstallig onderhoud en overmatig. Ja, dat staat continu volgens mij, als ik goed de voorjaarsbegroting heb gelezen, steeds 9 ton bijvoorbeeld voor een riolering staat er genoemd. Ja, 2007 was het een ander verhaal als nu in 2013 en het wordt alleen maar erger. Want als je de grafieken ziet, zal ik maar zeggen, ook qua investeringen, het loopt op. Volgens mij Vlaardingen 170 miljoen aan riolering, geloof ik, zal ik maar zeggen, als waarde staan erin. Ja, wat het voor waarde betreft. Dus. Ja, dank u wel. Zijn er andere raadsleden die die willen toevoegen, vragen? Ja, meneer Alderliester. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Dorp, ik hoorde net uw betogen, uw oplossingen en uw veronderstellingen. Klopt het dat de problemen bij bijvoorbeeld de Engelse boomgaard niet bestaan omdat ze daar rondom het plan eigenlijk aan waterberging doen? En hoe zou u dat dan zien, bijvoorbeeld in zo'n oude wijk, waterberging? Het probleem van de Engelse boomgaard ken ik niet. Mijn excuses daarvoor. Nee, ik zal iets duidelijker zijn. Kijk, rondom de Engelse boomgaard ligt eigenlijk een soort grachtjes. Klopt. Er staat allerlei riet. Die ken ik. Dat kent u wel? Ja. Daardoor zijn er daar geen problemen. Nee. Maar we hebben ook nog met binnenwijken te maken. En de Engelse boomgaard staat er 15 jaar. En als ik nu zie hoe bijvoorbeeld die voormalige vogelbuurt wordt gebouwd. Nou, als je dat ziet, er staan volgens mij 3 of 4 grasveldjes getekend en that's it. En als je vroeger zag, het stonden daar 5, 6 vletjes en je had daar een heleboel grasvelden. Dus wat wordt er nu aan oplossingen bedacht? We gaan dadelijk met de Westwijk beginnen. Wat is het plan? Maar u pleit dus voor meer oplossingen zoals bij de Engelse boomgaard? Ja, en ook wat rigoureuzer. En zeker binnen het centrum, daar moeten we echt naar kijken. Andere raadsleden nog voor toelichtende vragen op dit punt? Niet aan de orde. Dan dank ik u, meneer Van Dorp, voor uw bijdrage aan aan dit inspreken. Dat geldt natuurlijk voor alle insprekers die wij hebben mogen aanhoren. Het is zo dat op dit moment de vergadering wordt geschorst tot aan volgende week. Ik ga wel even pauzeren, zodat gemeenteraadsleden ook even de tijd hebben om nog u te kunnen aanspreken als ze dat willen. Om bijvoorbeeld vervolgafspraken te maken, als ze wat meer informatie willen over wat u verteld heeft of wat verdieping. Dat is één. Het tweede is dat het niet zo is dat op dit moment de wethouders zullen gaan reageren op uw betoog. U heeft ingesproken bij de gemeenteraad en dat betekent dat de gemeenteraadsleden wat u gezegd heeft kunnen betrekken bij hun overwegingen die ze volgende week in het debat kunnen gaan inbrengen. Hoe ze dat doen, dat wegen ze uiteraard zelf, naar aanleiding van de informatie die u gegeven heeft, en ook of ze dat doen. En het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld gemeenteraadsleden, naar aanleiding van uw betoog, ook nog bepaalde vragen willen stellen aan de wethouders. Als dat technische vragen zijn, dan kan dat al voorafgaand aan de vergadering gebeuren. Als dat meer politieke vragen zijn, dan zal het in die vergadering zelf plaatsvinden. Ik denk dat ik daarmee even de orde heb geschetst, ook voor u, maar ook voor raadsleden, zodat we op een goede manier dit bij de besprekingen volgende week kunnen betrekken. Dat betekent dat ik nu deze vergadering schors.
dat wij even pauzeren. Ik heb dat net even aangekondigd, zodat u ook nog met elkaar even afspraak kunt maken als u dat wil. We gaan om 9:00 verder met de volgende vergadering. En dat tweede deel is een heropening van de raadsvergadering die gisteren is gestart. En dat betekent dat ik dezelfde afzeggingen noteer als die daarnet ook genoemd zijn. En die zal de griffier ook opnemen. Of die zullen in ieder geval in het verslag natuurlijk zijn vermeld. Ook al omdat ik deze woorden nu uitspreek. Goedenavond, ook voor deze tweede vergadering, de tweede bijeenkomst van de Raad. Er zijn nog twee agendapunten aan de orde. En dan zegt u misschien waarom twee, want gisteren dacht u dat het er nog één was, namelijk agendapunt 26, het raadsvoorstel integraal huisvestingsplan. Maar u heeft vandaag gezien dat er vanuit de VVD een motie is rondgestuurd, een motie vreemd aan de orde, zoals het heet. En terecht is in de toelichting daarop ook gemeld dat dat kan, zo'n motie indienen verderop in de vergadering. Dus in dit geval is dat ook gebeurd. Ik stel u voor dat we die motie behandelen nadat we het raadsvoorstel hebben behandeld. Een beetje indachtig hoe we dat meestal doen, dat aan het eind van de vergadering de moties komen die vreemd aan de orde zijn. En ik zie mevrouw Kalf instemmend knikken, dus zij kan daarmee leven. En ik zal mevrouw Kalf bij dat agendapunt u het woord geven, zodat u ook nog kunt toelichten waarom, of in ieder geval wat de inhoud is van die motie, zodat de Raad daarna daarover de gedachten kan vormen en ook tot besluitvorming kan komen. Maar we beginnen bij agendapunt 26 van gisteren. Daar stond ter vaststelling het integraal huisvestingsplan, maar ik heb begrepen dat er op dat moment ook iets gezegd is over mogelijk voortschrijdend inzicht. Er zijn ook antwoorden nog op enkele vragen gekomen. En ik heb begrepen dat er een enkele fractie is die nog het woord wil voeren, maar dat ook twee fracties, te weten die van GroenLinks en die van het CDA, ook nog een motie willen indienen. Dus dat betekent, dat klopt, dat GroenLinks... Voorzitter. Meneer Sterenberg. Ook de SP wil een motie indienen. Ook de SP wil een motie indienen. En die hebben we ook al ingediend. Die is ook al ingediend via de GIF en zal verspreid worden of wordt verspreid. Maar dat betekent dat ik in ieder geval die vier fracties ook de mogelijkheid geef om het woord te voeren. En wellicht ook andere fracties die daar zich toe geroepen voelen. Ik stel voor dat we de indieners van de motie die gelegenheid geven om dat te doen. En dat ik om die reden eerst kijk naar de fractie van GroenLinks. Is dat akkoord of wil die fractie liever mevrouw... Of meneer Sterenberg, u wil graag, hè? Ja. Zullen we dan afspreken dat u als eerste de aftrap doet? Want dan bent u ook van uw motie af, zullen we zeggen. Meneer Sterenberg voor de SP-fractie. Dank u wel, voorzitter. Vanavond spreken we in de Raad over het integraal huisvestingsplan. Een plan waar we als SP zeker positief tegenover staan. Vooral ook omdat die voorgestelde nulscenario voor de SP zeker geen optie is. In deze optie zou de gemeente zich namelijk alleen beperken tot de uitvoer van haar wettelijke taken. Daarbij zijn er zeker ook nog zaken die wij als SP missen. Zo maken we ons grote zorgen over het achterstallig onderhoud bij sommige scholen. Zelf hebben we ook onderzoek gedaan en hebben we de locatiedirecteuren van diverse scholen benaderd. Een van onze vragen uit dit onderzoek was hoe het is gesteld met het onderhoud van het eigen schoolgebouw. Uit ons onderzoek is gebleken dat er nog zeker achterstallig onderhoud is bij diverse schoolgebouwen. Maar voornamelijk kwam naar voren dat op sommige scholen het binnenklimaat zeer ondermaats is. En dat is een zaak waar wij als SP al zeker vanaf 2005 druk over maken. Door onder andere het stellen van artikel 36 vragen van mevrouw Wijker. Maar zeker ook de motie van toenmalig raadslid de heer Hoekstra uit 2009. Waarna er door de gemeente een onderzoek is gedaan naar het binnenklimaat en er voor 1 miljoen is geïnvesteerd. Alleen vragen we ons af wat er na deze investering is verbeterd. Dit aangezien er nog steeds scholen zijn waar het binnenklimaat echt ondermaats is. Voorzitter, gelukkig hebben we van de wethouder al een toezegging gekregen dat er een hernieuwd onderzoek gedaan zal worden naar het binnenklimaat. Hier zijn we zeker blij mee. Alleen er is helaas nog geen actie aan dit onderzoek gekoppeld. Daarom hebben wij een motie ingediend. Ik zal alleen even het dictum voorlezen van de motie. Ik weet niet hoe lang dat is, want u kunt ook alleen de oproep aan het einde van de motie voorlezen. Nou, dan doe ik het verzoekt het college. Even kijken hoor. Verzoekt het college
de CO2-waarde van de klaslokalen in Vlaardings voorgezet onderwijs en primair onderwijs scholen in kaart te brengen. Een plan van aanpak te maken om binnen 2 jaar in alle klaslokalen de CO2-waarde tot maximaal 1000 ppm te beperken. En de gemeenteraad hier uiterlijk eind oktober over te informeren en de mogelijke financiële consequenties te betrekken bij de meerjarenbegroting 2017-2020. Dank u wel, meneer Sterrenberg. Die motie die is verspreid. Ik heb ook begrepen dat die voldoende ondersteuning heeft. Dus die is nu aan de orde van de vergadering. En ik noem dat maar motie 1. Dan weten we ook meteen dat motie 2 van mevrouw Silos gaat komen voor het CDA. Wilt u het woord voeren? Voorzitter, het CDA kan zich vinden in het integraal huisvestingsplan en de variant die het college voorstelt. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om een probleem dat zich rondom verschillende basisscholen afspeelt te bespreken. Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto naar de basisschool. Dat is onvermijdelijk. De gemeente heeft het beleid fietsen en lopen naar de basisschool te stimuleren. Een toename van auto's rondom het schoolplein maakt het voor lopende en fietsende kinderen niet veiliger. Dat kan ook weer leiden tot nog meer ouders die uit veiligheidsoverwegingen hun kinderen met de auto naar school brengen. Ook buurtbewoners uiten klachten over de opstoppingen rondom scholen. Bij verschillende basisscholen is het ons bekend geworden dat dit probleem speelt. Wij zien bij dergelijke knelpunten soms een extra inzet van de LBB, waarin ongewenst gedrag wordt bestraft. Dat werkt tijdelijk, maar zorgt vaak voor veel frustratie bij ouders. Voorzitter, het CDA vindt het uitgangspunt om lopen en fietsen naar basisscholen te stimuleren, wat vrijwel elke provincie hanteert, een goed streven. Om aan dit streven uitvoering te kunnen geven is de rol van de gemeente ons inziens noodzakelijk. Wij vragen het college daarom om in gesprek te gaan met verschillende basisscholen om te bespreken wat de verkeerssituatie tijdens de haal- en brengspits is en in kaart te brengen wat de knelpunten zijn. Online zijn hier verschillende handvatten en ideeën voor te vinden. Die variëren van de inzet van klaarovers tot een looptrein naar school met verschillende haltes of het autoluw maken van een gebied. Volgens het CDA kan er veel zonder geld geregeld worden. Graag zelfs. Maar als er verkeerstechnische aanpassingen nodig zijn, zal dat wat kosten. Wat waar nodig is en wat werkt, wil het CDA niet voorsorteren. Maar dat er wat moet gebeuren, zien wij wel als een noodzaak. Daarom dienen wij hiervoor een motie in en wij vragen het college voor het einde van dit jaar te rapporteren over de voortgang en aan te geven of er middelen benodigd zijn. Dank u wel. En ook die motie is inmiddels verspreid. Is nog niet verspreid? Ai. Van de SP ook niet, voorzitter. En van de SP ook niet. Kijk. Oh, die van de SP wel. Nou. Oh, wat een verwarring. En u gaat nog schreeuwen tegen elkaar ook. Het lijkt wel het Lagerhuis. Maar ik stel voor dat de Griffie, ja, die steekt inmiddels de duim omhoog, dat die ervoor zorgt dat beide moties verspreid worden. En die zijn dus aan de orde. De motie van CDA geef ik nummer 2, zodat GroenLinks nu kan spreken en motie nummer 3 wil indienen. Toch, meneer Borsboom? Ja. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Ik wilde niet alleen een motie indienen, maar ik wilde toch ook even een oordeel geven over het voorstel zoals dat door het college is ingediend. Integraal huisvestingsplan. Wij zijn heugelijk verrast over dit plan. Helder, duidelijk geformuleerd, klip en klaar aangegeven wat er staat. Complimenten daarvoor. En daarnaast zijn wij, laten we toch vanavond even complimenteus zijn in deze. De wethouder heeft ons een aantal voorstellen voorgelegd. Samen aan zet, u weet nog wel, coalitieprogramma, samen aan zet. We krijgen meerdere voorstellen en het college doet een suggestie om 1 voorstel aan te nemen. Uitstekend, zo kunnen we tenminste een keuze maken. Wethouder, dank daarvoor en collega's, het werkt op deze manier. Helder en klip en klaar het hele verhaal, alleen de inhoud van het rapport, en daar kan uiteraard het college helemaal niets aan doen, vinden wij wel erg zwaar tegenvallen. Als wij lezen
Ik dacht van, nou, ik ga alleen vanavond maar een plezierig verhaal houden, want dat heeft het college toch wel nodig, zo vlak voor het reces, en de raadsleden ook. Maar dan denk ik, ik zal het vanavond nog even te lezen, maar dan kijk ik naar het onderhoud en dan zeg ik, matig, sober, achterstand. En daar schrik ik eigenlijk wel, want dan denk ik van, wat hebben wij nu de afgelopen 10, 15 jaar aan onderhoud gedaan voor deze schoolgebouw? Want wat doen we eigenlijk? Deze schoolgebouwen geven we nu terug aan de schoolbesturen en in gezamenlijk overleg gaan we komen tot renovatie en het instand houden van de gebouwen. Maar als de schoolbesturen al beginnen met een behoorlijke achterstand, dan denk ik, is dat nou wel ver geweest van ons? De heer Hogeboom heeft vragen gesteld en beantwoord gekregen. En dan zie ik dat vanaf 2010 er een bedrag van rond de 3,8, 3,7 miljoen uit het plan, uit de reserve gehaald is en naar de algemene reserve gehaald is. Oftewel, dat geld is niet besteed aan huisvesting van schoolgebouwen. En dan denk ik van ja, prima, het zal ongetwijfeld goed geweest zijn wat we toen de tijd gedaan hebben. Die 3,8 miljoen uit de reserve gehaald hebben. Ik ben er zelf ook voor geweest. Maar je doet dat op basis van een voorstel van het college, omdat het onderhoud op niveau zou zijn. Maar als we dan nu zien dat het onderhoud toch sober, matig, achterstallig is, dan denk ik van, hebben de diverse colleges nu wel goed acte de présence gegeven wat betreft het onderhoud van de scholen? En kunnen wij nu wel op deze manier de gebouwen in deze staat overdragen aan de schoolbesturen? Ik vind het nogal een zware verantwoordelijkheid die wij op hun schouders leggen. Wij GroenLinks zijn eigenlijk nog niet klaar met dit onderwerp. En wij zouden even nog na willen denken of wij nog mogelijke vervolgstappen gaan ondernemen. Want wij kunnen niet zomaar zeggen, dit is het. Wij gaan jullie helpen. We hebben zelf nog wat geld achter de hand. En wij gaan jullie helpen om die renovatie te doen. Ik denk dat het eerste vereist is dat de schoolgebouwen in goede staat zijn. Althans, in die staat niet alleen een goed binnenklimaat, maar ook een goed onderhoudsniveau, zodat de scholen daarmee verder kunnen. En ik hoor graag van de wethouder of hij daar zelf ideeën bij heeft. En misschien dat mijn collega's daar ideeën bij hebben. Want daar gaat het toch eigenlijk om dat wij als collega's met elkaar even in debat gaan. Maar misschien dat de wethouder ook nog wat helderheid kan geven. Maar wij hebben eigenlijk een motie op papier gezet. Want zo heet het eigenlijk tegenwoordig. Digitaal is die al verstuurd. En ik vind hem zelf heel erg mooi, de motie. Maar zal ik alleen maar even eindigen met het verzoek dat het college, of zult u zeggen, ik lees hem helemaal voor, ik weet niet. Het is heel mooi, maar wilt u vooral het verzoek aan het college? Toch wel, hè? Ja, dat dacht ik al. Maar ook dat is nog een aardig verhaal, omdat wij verzoeken twee zaken aan het college, om in samenspraak met schoolbesturen een plan van aanpak op te stellen, waarin is opgenomen dat, en dan krijgen we drie bolletjes, scholen met een G en F energielabel binnen 4 jaar minimaal 2 treden beter scoren. En of dat nou 4 jaar is of 3,5 jaar of 4,5 jaar, dat vinden we niet, zeg maar. Dat is een beetje het kader waarin wij dat willen geven. Punt 2, scholen de ruimte wordt geboden om de besparing op energiekosten in te zetten als hun bijdrage in de renovatiekosten. Dat is meer een technisch verhaal. En scholen met een slecht binnenklimaat binnen 1,5 jaar, en dat klopt een beetje met wat mevrouw Sulos net zei, voor het eind van het jaar, en dat klopt precies op dit moment, binnen 1,5 jaar maatregelen hebben genomen waardoor de kwaliteit van de in te ademen lucht op voldoende niveau is. En wat voldoende is, daar zijn deskundigen voor. Punt 2, jaarlijks te rapporteren aan de Raad over de voortgang en de invulling van deze motie. Hij wordt ingediend door GroenLinks, Ons Vlaardingen, D66, Leefbaar Vlaardingen en ook door deze partijen is die ondertekend. En die wil ik graag aan u geven. Ja, en ik constateer dat zeker voldoende ondersteund is. Dus deze motie wordt als nummer 3 nu onderdeel van de beraadslaging. Ik geef het woord aan de... Oh, er komt een interruptie van mevrouw Solleveld. Mevrouw Solleveld. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben benieuwd wat meneer Borsboom vindt van de motie die net ingediend is door de SP, want ik zie nogal wat overeenkomsten. Ik zie hem ook, maar ik was de eerste. Dus ik ga hem even lezen zo meteen. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik vind hem bijzonder. 1000 ppm. Ik ben niet zo technisch ingesteld. Misschien dat u daar wat helderheid in kan brengen. Maar dat is econometrist. Maar ik weet nog niet wat 1000 ppm is. Dus ik laat me graag nog even verrassen zo meteen. Dus als ik het antwoord nog even te goed mag houden tot de heer Sterenburg daar iets over gezegd heeft, dan heel graag. Kom ik er graag even op terug. Ik zou het ook niet weten, meneer Borsboom. Ik wil wel graag aan de heer Sterenberg vragen of hij dan misschien bereid is zijn motie in te trekken. Want ik zie de meerwaarde zo niet. Nou, dank u wel. Ja, u bent eigenlijk op dit moment nog niet aangesproken. Zullen we eerst even het gesprek verder, want er komen misschien nog meer reacties op uw motie. Dan kunnen we zo meteen dat misschien bij elkaar trekken. Is dat een goed idee? Ja. Meneer Hogeboom voor ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Borsman heeft wat gras op mijn voeten weggemaaid, maar toch ga ik het lekker nog een keer doen, omdat ik het in de commissie ook wat gedaan. U zat in de lid van de werkgroep Effectieve Vergaderen. Dus we hadden afgesproken, dus u zou het niet doorvertellen. Dus uw inleiding beloofde... Nee, ik ga hem heel kort houden. Ja, ik ga hem heel is kort goed, houden. Meneer Hogeboom. Bekend verhaal wat voor ligt, dat lijkt natuurlijk heel erg prachtig. We gaan voor het begrotingsscenario. Als u diep in ons hartje kijkt van de ChristenUnie SGP, dan zouden we graag voor het plusscenario gaan. Helaas laten de financiën dat niet toe. Maar de analyse die de heer Borsboom net gaf, dat is dezelfde als die wij hebben. Sinds 2010 is net geschetst dat beeld, heel veel geld verdwenen en daarmee dus onnodig extra achterstallig onderhoud ontstaan. Dat kunnen we terugzien in de rapportages. En daarmee dus nogmaals de oproep, want dan ga ik niet herhalen wat ik eerder gezegd heb, aan eigenlijk deze raad en vooral de wethouder. Dat mocht het feit zich voordoen dat als het economische herstel zich voortzet, zoals het er nu naar uitziet, en er in de komende jaren dus extra vraag komt vanuit de scholen, gebaseerd op dat achterstallig onderhoud, dat de wethouder ons in ieder geval belooft om daar altijd mee naar de raad terug te komen, zodat we daar als raad op dat moment een uitspraak over kunnen doen. Of we dan al niet extra middelen daarvoor aan zullen wenden. En dat ik inderdaad dezelfde vraag van mevrouw Solleveld, de motie, nou, die is al van de SP, wat 1000 ppm is. Ik weet parts per million, alleen ik heb geen idee of 1000 veel weinig is. Dat was mijn vraag daarop. De vraag aan mevrouw Silos voor het CDA. Vindt u niet primair dat het halen en brengen een probleem van de ouders zelf en de school zelf is, in beginsel? Die ervaring heb ik in ieder geval met mijn eigen kinderen op een basisschool, dat ouders op zich primair verantwoordelijk zijn daarvoor. En dat als er inderdaad problemen zijn, dat men zeker binnen de school daarover in gesprek zou moeten gaan. En dat we niet bijvoorbeeld als gemeente daar direct wat mee zou moeten doen. En de motie van de drie partijen, ik ben ze even kwijt, mag ik me afmaken? Is de vraag, wat bedoelt u precies binnen uw motie? U heeft het over als samenspraak schoolbesturen, maar bedoelt u dan daarmee dat schoolbesturen binnen hun eigen budgetten moeten zoeken om die problemen aan te pakken? Of is het verzoek om het te onderzoeken en die maatregelen te nemen en daarmee eigenlijk mee naar de wethouder te komen om dan gezamenlijk qua financiering te zoeken hoe die financiering wordt ingevuld? Laat ik het even belaten. Dank u wel. Er is een interruptie van mevrouw Kalf op uw betoog. Ja, ik heb even gewacht, want het zit in het begin van uw betoog dat u eigenlijk het college oproept dat als we meer geld in de pocket hebben, dat het college terugkomt bij u om dan die scholen meer te geven. Klopt het dat ik daar de conclusie uittrek dat de verbetering van de scholen van wat betreft de ChristenUnie SGP een hogere prioriteit heeft dan bijvoorbeeld armoedebestrijding of achterstallig onderhoud van de riolering, achterstallig onderhoud van de wegen? Dat u zo'n expliciete oproep doet, zodra er geld is, kom naar de raad, zodat we dat kunnen doen. Dan ben ik eventjes bij wat de prioritering bij de ChristenUnie SGP is. Meneer Hogeboom. Het gaat niet zozeer over de prioritering van de ChristenUnie SGP. Waar het om gaat is dat we in het verleden een budget hadden voor scholen. Dat we daar zelf voor de toenomstandigheden ook begrijpelijk geld uit hebben afgeruimd. En dat we nu met de situaties ook als gemeente worden geconfronteerd de Rijksoverheid een besluit heeft genomen, dat dus die bijdrage direct naar scholen gaat en scholen primair de verantwoording gaan dragen voor het onderhoud van de scholen. En dus eigenlijk per 1 januari op het een of andere moment worden geconfronteerd met het achterstallig onderhoud wat daarbij hoort en daar dus bij zat. En op die reden zeg ik, ja, om het mooie woord level playing field te gebruiken, dat is natuurlijk geen eerlijk verhaal. Dan moet je dus ook als gemeentebestuur je verantwoording dragen en als het nodig zou blijken, daarover in gesprek gaan. Dus ik zeg niet op voorhand, laten we alvast over reserveren, maar laten we er niet op voorhand tegen zijn. Mag ik nog heel even kort reageren? Ja. Op voorhand is natuurlijk niemand ook maar ergens tegen. Maar u was nog heel duidelijk in uw bijdrage dat u zei van zodra er geld beschikbaar is, moet hier aandacht aan besteed worden. Maar u gaat over uw antwoorden en mijn conclusie is dat u vanavond heeft gezegd dat eigenlijk armoedebestrijding, dat is allemaal niet zo belangrijk. De scholen staan bij de ChristenUnie op nummer 1. Dat is de eerste prioriteit voor de ChristenUnie. Meneer Hogeboom. Ik vind het erg jammer dat mevrouw Kalf haar eigen conclusies op een verkeerde wijze trekt. En nu mij probeert in een situatie te manoeuvreren waar ik helemaal niet in hoor. En waar ik ook niet in hoef te staan. Want ik heb helemaal niet gesteld dat scholen in een bepaalde prioriteitenlijst zouden staan of prevaleren boven armoedebestrijding. Heeft u totaal niet geluisterd en begrepen wat ik heb bedoeld?
Mevrouw de Jong wilde ook op dit punt interrumperen. Ja, in de reactie van de ChristenUnie SGP op de bevraging van de VVD. Ik hoor zeggen, er is een keuze gemaakt in het verleden. Dat moest ook vanwege de financiële situatie om ook op die reserve af te romen. Het AOV heeft meermaals wat gevonden van de kaasschaafmethode. Hoor ik nou echt in uw betoog dat we inderdaad nu de komende jaren geconfronteerd gaan worden met het prijskaartje van de kaasschaaf en dat we dus echt nog een hele grote inhaalslag te doen hebben? Meneer Hogeboom. De definitie van kaasschaaf, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Wel een hele grote kaasschaaf voor 2 miljoen. Maar waar het om gaat, is dat we uiteindelijk destijds keuzes hebben gemaakt en nu dus geconfronteerd worden met die nieuwe werkelijkheid vanuit de Rijksoverheid. Dat is het punt waarom we de aandacht voor vragen. En ik neem dus totaal geen stelling in op voorhand. Ik vraag er alleen aandacht voor dat we dat niet vergeten, omdat het nu nieuw beleid is. En dat we niet vergeten wat er voor dat nieuwe beleid is gebeurd. Voorzitter, nog een korte reactie. Ja, die kaasschaaf kunnen we het over hebben, daar ben ik met u eens. Is het niet juist zo dat we eigenlijk geen keuzes hebben gemaakt en dat we hier nu voor staan? Of was in het verleden dan voor ons de kwaliteit van onze scholen toch minder belangrijk? Meneer Hogeboom. We hebben destijds onze keuzes gemaakt en dan ga ik het belaten. Mevrouw Silos, op hetzelfde punt. Maar wel een interruptie op meneer Hogeboom, excuus. Ja, ja, er werd een vraag aan ons gesteld, dus ik geef antwoord. Uiteraard is elke persoon primair verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid die hij zelf kan beïnvloeden. Maar als we op dat standpunt gaan staan, kunnen we alle flitspalen en boetes en alles wel afschaffen. En ik denk dat dat gewoon een situatie is die niet, niet te verwezenlijken is. Wij constateren dat hier gevaarlijke situaties ontstaan. En gevaarlijke situaties staan voor kinderen. Hinderlijke situaties ontstaan voor bewoners. En ik denk dat je als gemeente niet leidzaam kan toezien dat dit gewoon maar gebeurt. En jarenlang moet gaan toekijken dat dit probleem groter wordt, want het wordt groter. En daarom vindt het CDA dat de gemeente hier wel degelijk een rol in kan en moet pakken. Dank u wel, mevrouw Silos. Zijn er andere raadsleden die in de eerste termijn het woord willen voeren over dit onderwerp? Ik heb in de diverse betogen nog wel een enkele vraag gehoord richting de indieners van de motie. Ik zou me kunnen voorstellen, omdat het ook feitelijke toelichtingen waren, dat ik die indieners nog even de mogelijkheid geef om dat toe te lichten, alvorens het woord te geven aan de wethouder. Omdat we ook aan hem natuurlijk vragen om iets toe te voegen aan die moties. Dus wellicht helpt dan ook dat daar nog een feitelijke toelichting op gegeven is. Dat was volgens mij in ieder geval het geval richting meneer Sterenberg. U mag zelf kiezen. Even kijken hoor, want de vragen die waren gesteld waren of er wel degelijk verschillen zitten tussen de moties. Nou, er zitten wel degelijk verschillen in. Die van ons is namelijk ook veel concreter. En we hebben er ook echt een waarde aan gekoppeld van die 1000 ppm. En dat is niet iets wat zomaar uit de mouw geschud is. Maar dat hebben we, even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Deze komt namelijk uit het internationale norm voor gebouwen. Dit is een DIN 1946-6. En deze wordt ondersteund door de Inspectie voor Gezondheidszorg. Dus vandaar dat we dat zeg maar aanhouden. En het ook gewoon belangrijk is voor de kinderen. En voor ons is het concreet, hè? Maar daarbij hebben we er ook een realistischere tijd aan gekoppeld van 2 jaar. Want een half jaar is, als je ook nog onderzoek moet gaan doen. Je moet eerst onderzoek gaan doen. Ja, dat lijkt me gewoon niet realistisch in een half jaar. Dank u wel. De vraag werd aan meneer. Ja, u wou ook nog reageren, want de vraag was inderdaad, wat is het verschil tussen beide moties? Dus ik kan aan beide natuurlijk daar even om vragen. Wilt u daar ook nog iets over zeggen, meneer Bosboom? En dan krijgt u meteen de wethouder de mogelijkheid om op de diverse vragen, maar ook moties nog te reageren. Meneer Bosboom. Voorzitter, dank u wel. Ja, u kent mij een beetje als een ongeduldig iemand, vandaar dat ik een half jaar genomen heb. En de SP zit in de coalitie, die geeft het college wat meer ruimte om binnen 2 jaar tot op niveau te komen. En ik denk eigenlijk, we hebben een jaar of 4, 5 terug al een onderzoek gedaan bij de GGD. Wordt opnieuw gedaan. Zo ingewikkeld is het allemaal niet om dat onderzoek te doen. Laat de wethouder
Althans, dat zou mijn voorstel zijn. Eerst dat onderzoek even afwachten. Dat kan binnen 2-3 maanden rond zijn. En daarna een plan van aanpak realiseren. En dan komen we zelf al in overleg met de wethouder in zaken of een half jaar nou aan de korte termijn is. Of dat 2 jaar nu wat aan de lange termijn is. Wat ons betreft zo kort mogelijk. Dus wij zitten wat dichter bij de oplossing. Ik probeer als voorzitter even samen te vatten. Het verschil tussen motie 1 en 3 van de SP en GroenLinks is aan de ene kant dat de SP een concreet getal noemt over die parts per million, zoals meneer Hogebomen dat ook noemde. En het tweede is dat het tijdspad wat verschillend is. Wellicht kan de wethouder juist ook op die aspecten van die motie zo nog iets zeggen. Want verder ligt de intentie van de motie natuurlijk wel op hetzelfde vlak. Wethouder. Meneer Hogeboom had nog meneer een vraag, had aan, nog een vraag aan mij. Ja, ik zou een vraag willen beantwoorden. Want, ja, dat mag. Er wordt gesteld bij punt, het tweede bolletje. Scholen de ruimte wordt geboden om de besparing op energiekosten in te zetten als bijdrage in de renovatie. Onze insteek is door duurzaam de school te renoveren, bespaar je aanzienlijk op energielasten. Die lasten worden nu betaald door de schoolbesturen. Die voordelen te gebruiken om in samenhang met de gemeente, die een budget heeft van om en bij de 9 ton per jaar, om dat gezamenlijk met hun eigen budget, dus de scholen hebben een budget, de gemeente heeft een budget, en er komt een extra budget uit de energiebesparing, om dat gezamenlijk in te zetten voor de kwaliteit van de scholen. Dat is een beetje de, noemt u maar een soort revolving fund, om in tantio-taal te spreken. Dank u wel voor de toelichting. Ik ga het woord geven aan wethouder De Vries. Ja, maar tante Jo zit niet in de zaal, dus die ga ik het woord niet geven. Maar aan u wel. Er is een enkele vraag gesteld en er is een drietal moties ingediend. Gaat u gang, wethouder. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, raad, voor zowel in de commissie als hier, met name meneer Bosboom, complimenten voor het leesbare stuk. Er is ook hard aan gewerkt, dus die complimenten geef ik graag door. Ja, ik wil eigenlijk vooral eerst even naar de drie moties. De SP vraagt naar het GGD-onderzoek, dat hebben we toegezegd. Om dat zo snel mogelijk te doen en ook om met concrete maatregelen te komen. En in die zin geldt eigenlijk voor alle drie de moties. Sympathiek en gaan we, wat mij betreft, kan ik ze warm aanbevelen. Met uitzondering van de tijdspaden die erin staan. Omdat ik ben zelf geen expert op het gebied van duurzaamheid. Ik heb ondertussen geleerd waar die PPM voor staat. En dat we ook nog een DIN-norm hebben. Maar die DIN-norm is misschien iets waar de scholen al mee werken, terwijl wij in de verordening met andere normen werken en die misschien wel haaks op elkaar staan. En dat u daar als raad ook nog iets van moet vinden. Dus mijn voorstel zou zijn om de drie moties alle drie aan te nemen. Of tenminste te adviseren om die aan te nemen. Maar dat ik vooral zo snel mogelijk na de zomer terugkom met een concreet plan van aanpak, waar dus de tijdlijn in staat. Smart, hè, dus in die zin realistisch, aantrekkelijk. Want misschien is, nou, zoals in de motie van GroenLinks en andere staat, dat er in 4 jaar dingen geregeld moeten zijn. Misschien kan dat wel in 2 jaar of misschien kan dat wel een paar stapjes extra. Ik weet het niet, maar ik wil graag dat niet alleen beslissen, maar dat samen doen met de onderwijsbestuurder en gezamenlijk met een plan komen. En dan kom ik dus ook, als het gaat om die financiering, waar meneer Bosman het over had. Het idee van het IAP is juist om niet of de gemeente te laten betalen of de scholen, maar om dat geld wat we gezamenlijk hebben, om dat gezamenlijk in te zetten voor de projecten waarvan wij gezamenlijk zeggen dat die de hoogste prioriteit hebben. Dus in die zin, als u mij toestaat om zo snel mogelijk naar de zomer te komen met een concreet plan, wat afgestemd is met de scholen en waar de tijdlijnen in staan, dan kunnen we daarmee aan de slag, wat mij betreft. En volgens mij heb ik dan de belangrijkste vragen. Nou, de norm. Onderhoud. Ja, u vraagt, meneer Borsboom vraagt nog om, kan ik iets zeggen over die ruimte van die besparing, om dat iets met dat geld te doen. Dat heeft vooral te maken met, dat geld komt beschikbaar en dat gaat dan in de pot waar we nu gezamenlijk ook de investering uit gaan betalen. Dus wat mij betreft kan dat en is dat ook, past dat ook precies in de filosofie van het IAP om dat gezamenlijk te doen. Voor wat betreft de vraag van meneer Hogeboom van de ChristenUnie SGP. De vraag van als er geld weer beschikbaar is. Dat is eigenlijk de zinsnede waar we het in de commissie ook over gehad hebben, waar meneer Terpstra volgens mij over gesproken heeft. Dat als we bij de uitvoeringsplannen bezig zijn en het blijkt dat het in sommige situaties dat we toch iets meer nodig hebben dan we op dit moment verwachten, dat we niet
zeggen, nou, het budget is echt taakstellend, hier gaan we gewoon door. Maar dat dan, niet pennywise, poundful is, dat we dan beter terugkomen met het concrete verhaal, met de goede onderbouwing, waarom daar meer geld ingestoken zou moeten worden. Mevrouw Solleveld, u wil interrumperen. Ja, ik wilde nog iets vragen over wat u zei over de moties. Want u geeft aan de ene kant aan dat u vindt dat we er gewoon mee in moeten stemmen. En aan de andere kant wilt u het tijdspad eruit hebben. Dus moeten de moties nu aangepast worden of wilt u dat we ze zo gaan aannemen? Dan zou dus technisch gezien zou dat aangepast moeten worden in de moties. Dat in die moties dat er staat dat we zo snel mogelijk terugkomen met een samen met onderwijs afgestemd plan. Waar die concrete tijdlijnen in staan waarbij we... Waarbij we zo snel mogelijk resultaten opleveren, maar wel realistisch en ook haalbaar. En de ambities misschien op sommige terreinen wel hoger leggen dan ze nu liggen. Ik weet het niet, maar dat wil ik dan wel graag samen met de partijen doen. Ik ga als voorzitter zo meteen daar ook nog een voorstel bij doen als de moties überhaupt nog in stemming worden gebracht. Daar kom ik op terug. Meneer Bosboom. Voorzitter, ik heb nog een vraag aan de wethouder als het mag. Natuurlijk. Ik heb een opmerking gemaakt over de stand van onderhoud die uit het rapport blijkt. Heeft de wethouder daar kennis van genomen? Uiteraard ja, zou ik zeggen. Maar wat is de algehele bevindingen van de portefeuillehouder over de staat van onderhoud van scholen? Zoals ik er tegenaan kijk, zitten er ook scholen in waarvan we al een aantal jaren zeggen, met name in Holy Zuidoost. Maar in wijken waar de ontwikkelingen plaats gaan vinden, waar het onderhoud inderdaad achterstallig is, waar het achtergebleven is, waar we bewust... Waar de scholen geen aanvraag ook voor hebben gedaan of waarvan we hebben gezegd hou die nog even aan omdat we bezig zijn met het integrale plan. Waar het veel verstandiger is om zo meteen een aantal kleinere scholen samen te voegen tot één grotere school. Wel in die buurt uiteraard. En dan in één keer dat geld daarvoor beschikbaar te stellen. Dus dat geeft nu wel het beeld dat op bepaalde plekken dat er relatief veel achterstallig onderhoud is. Maar dat is wel bewust voor gekozen. Meneer Bosboom. Voorzitter, dank u wel. Ik lees toch in de stukken dat u ervoor kiest om over te gaan tot het beschikbare budget over te gaan voor renovatiedoeleinden. En niet zozeer te kiezen voor nieuwbouw, want dat zou het hele budget min of meer opsnoepen. Is het een niet strijdig met het ander? Want dat vind ik natuurlijk een belangrijk punt. Als u zegt van, goh, we hebben een stuk achterstallig onderhoud opgebouwd, daar heb ik dat ons budget voor nodig. Maar we gaan ook nog 2 of 3 scholen in de komende 20 jaar, kan ik me alles bij voorstellen, toch realiseren. Dan komt u geld tekort. Of komt u dan opnieuw naar de Raad voor Nieuwbouw? Dat geld wat er staat, is dat nu specifiek bestemd voor renovatiedoeleinden? Wethouder? Ja, dat klopt. Dat laatste. Het gaat vooral in de holie gaat het om het geld van de onderwijsinstellingen die ze zelf al hebben, waar ze soms zelf ook al reserveringen hebben gedaan, om dat samen te leggen met dat van de gemeente. En daar de kapitaalslasten te kunnen dragen om nieuwbouw neer te zetten. Maar zodra dat concreet wordt, kom ik in de uitvoeringsplannen bij u terug. Dat is duidelijk. Dank u wel, wethouder, voor uw betoog. Is er vanuit de gemeenteraad behoefte om in de tweede termijn nog iets toe te voegen op het inhoudelijk gesprek? Ik zie geen aanstalten bij u om dat te doen. Dan het volgende. Er zijn 3 moties ingediend, waarbij de wethouder in ieder geval heeft opgemerkt dat wat hem betreft die alle 3 van een positief advies zijn voorzien, met uitzondering van de genoemde tijdpaden. En hij deed de suggestie om na de zomer daarop terug te komen en daar daarin ook duidelijkheid te scheppen over aan de ene kant de vragen die hij heeft gesteld, maar ook over het tijdspad wat in zijn ogen realistisch is te bewandelen. Dat is in zekere zin een suggestie om die moties iets aan te passen of wellicht ook in te trekken onder het feit dat u weet wat er nu tegemoet gekomen wordt aan de inhoud als wij daar tenminste mee akkoord gaan. Dus ik vraag even aan de indieners of dat voor u reden is om bijvoorbeeld uw motie aan te houden totdat dat plan van de wethouder er ligt. Of dat u zegt we willen hem aanpassen in de woorden van de wethouder. Of dat u zegt wij willen het origineel in stemming brengen. Dat zijn een beetje zo de varianten. En ik kijk even naar mevrouw Silos en de heer Bosboom en de heer Sterrenberg. Omdat zij degene zijn die even nu aan zet zijn om te reageren op mijn suggesties. Meneer Sterrenberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen hem gewoon houden zoals die is. Wij hebben een tijdspad van 2 jaar neergezet. En dat vinden wij een heel realistisch tijdpad. Dus voor ons vinden we het tijdpad realistisch genoeg. Dus we willen gewoon het origineel aanhouden. Ja, u wilt het origineel inbrengen. Mevrouw Silos.
Ik wil het tijdpad wel aanpassen naar een nader overeen te komen tijdpad. Ja, de heer Bosboom. U geeft drie varianten, drie smaken. Ik zou zeggen, laat ik het zo laten staan. En als de wethouder binnen een half jaar met een bericht komt naar de raad en die zegt, goh, ik heb nog iets meer tijd nodig, kan ik me alles bij voorstellen. Geen enkel probleem voor ons. Dus ik zou het zo indienen. Maar dat we binnen een half jaar bericht krijgen van de wethouder. Oké, dat zijn... Het mag ook het bericht zijn van vertraging, vind ik ook goed. Ik begrijp uw punt. We hebben drie varianten aan reacties. Dat helpt. Ik stel vast dat de SP, waarvan we het motie nummer 1 hebben genoemd, dat die zegt, we houden gewoon de motie zoals die was. En ik ga zo meteen de wethouder vragen of ook voor dat tijdspad hij vond dat het niet realistisch was. De motie 2, die was van het CDA. En het CDA heeft gezegd, wij zijn bereid om ons tijdspad, wat we genoemd hebben in de motie, aan te passen aan de suggestie die de wethouder doet. En over motie nummer 3 heb ik van meneer Bosboom begrepen, ik zeg het in mijn woorden, dat als de wethouder na de zomer met zo'n auditie komt, dat hij daarmee in de ogen van GroenLinks eigenlijk voldoet aan wat gevraagd is in die motie, omdat er op dat moment dan besloten kan worden of ingeschat kan worden hoe realistisch de wethouder is met zijn plannen. Dus ook die motie zou niet hoeven te worden aangepast. Dat is even mijn inschatting tot dusver. Dan vraag ik aan de wethouder of hij iets wil zeggen over het tijdpad wat de SP heeft. Of dat ook valt in uw duiding van niet realistisch. En of u een suggestie heeft voor het CDA. Voor het CDA? Ja, want die heeft ook het tijdpad genoemd waarvan u zei dat het niet zo realistisch was. Nou ja, het grote probleem, voorzitter, is ik kan nu allerlei tijdspannen noemen. En dan zeg ik 25 jaar, dan ben ik redelijk zeker. Maar of het ook misschien in een half jaar kan of in anderhalf jaar, dat weet ik dus niet. Dus en ik vind het heel vervelend om hier dingen te roepen waarvan ik niet in ieder geval aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid kan zeggen dat het klopt, dat ik het kan halen. Dus daarom nogmaals, en dan moet ik echt de motie van de SP afraden. Want ik weet niet waar ik ja tegen zeg en dan zeg ik dus geen ja. Als het gaat om de suggestie van GroenLinks, ja, ik beluister hem, maar misschien moet meneer Borsum daar maar even op reageren. De tijdspad die er nu in staat, tenzij je met een ander plan komt. Oftewel, ik ga eerst het plan maken. En op het moment dat ik dat plan heb, ga ik dus en naar meneer Bosboom en naar mevrouw Silos toe om aan te geven, dit is het ambitieuze, realistische, meetbare, tijdgebonden, dus het smart tijdsplan voor de realisatie van die motie. Dus die twee kan ik in die zin, prima. Daar kan ik prima mee leven, maar met de motie van de SP niet. Dat lijkt mij in ieder geval een duidelijk reactie van de wethouder. Mevrouw Kallen wil u interrumperen, want heeft daar een vraag over. Ja, dan begrijp ik het niet, want de motie van de SP, maar dat kan aan mij liggen hoor, die stelt een vraag aan de wethouder met een plan van aanpak te komen met een bepaald doel. En die vraagt aan de wethouder om uiterlijk eind oktober te informeren en de mogelijke financiële consequenties te betrekken. Als u straks na uw onderzoek tot de ontdekking komt dat hetgeen wat de SP vraagt niet kan, dan horen we dat graag. Ja. Er wordt niet aan u gevraagd om uw handtekening te zetten bij het kruisje dat over 2 jaar de wens van de SP wordt ingewilligd. Er wordt aan u gevraagd met een plan van aanpak te komen en de financiële consequenties daarbij te betrekken. Het moet trouwens niet gekker worden dat de VVD de SP steunt. Maar we doen dat met alle liefde. Ja, u was gisteren ook al zo. Het gaat vooral voor mijn eigen. Want anders dan moet ik een leescursus bij even voor de scherpte. Mevrouw Kalf wijst erop dat bij het tweede aandachtstreepje van het verzoek aan het college, dat er staat om een plan van aanpak te maken om binnen 2 jaar in alle klaslokalen aan die norm te voldoen. En de vraag is dus, zou u dat plan van aanpak willen maken? En ik heb begrepen, dus zegt ja, ik weet niet of zo'n plan van aanpak wel realistisch kan zijn. Dat is zoals ik u begrepen heb. Ik kan zonder meer met een plan van aanpak komen, maar ik weet niet of dat tweede deel van dat zinnetje, of binnen 2 jaar alle klaslokalen tot maximaal 1000 te beperken zijn. Of dat technisch kan, of dat. Dus dan kan ik met een plan van aanpak komen. Ja, voorzitter. U verzoekt even het college, kijken. Maar wie even vraagt mevrouw Kallen. Nee, er was een interruptie van mevrouw Kallen aan u. En u geeft uw verklaring waarom u zegt dat waarom u vindt dat u niet kan voldoen aan die vraag. En mevrouw Kallen denkt dat het wellicht wel kan. Dus misschien kunt u dat toelichten. Kom zo bij u. Nee, ik denk, ik kan niet in de glazen bol kijken. Ik kan niet bepalen of die vraag van de SP gaat lukken. Ik kan me wel voorstellen dat u in staat bent om een plan van aanpak voor te leggen waarin u kristalhelder aan de raad uitlegt dat de wens van de SP
niet ingewilligd kan worden. Maar dat is ofwel, precies, dan dat is kan het dus ook. Precies hetzelfde wat GroenLinks zegt en wat de CDA zegt. Maar dat SP houdt vast aan zijn eigen plan. Want die willen die garantie dat ik binnen 2 jaar aan die 1000 zit. Misschien zit ik in 2 jaar aan 400. Ik weet het niet. Dat zou SP hartstikke blij zijn. Maar als technisch gewoon niet mogelijk is. Stel dat je, maar dat blijkt dan toch uit het plan van aanpak? Ja, maar dan voldoe ik dus niet aan die vraag die hier staat. Goed, het gaat een beetje om de duiding van wat daar precies staat. Want je kunt een je kunt het zo lezen, maar ik zal zo het woord aan meneer Sterenberg geven, dat het plan van aanpak gericht moet zijn op die 1000 parts per million. En wellicht is zo'n plan van aanpak zo irrealistisch, wellicht zeg ik, even, dat het niet eens de moeite waard is om het te schrijven. Ik overdrijf even wat, maar dat zou de redenering kunnen zijn waarvoor de wethouder zegt, ja, dan maken we een heel plan van aanpak voor iets wat eigenlijk niet kan of in ieder geval heel erg duur is. Vraag dat mij nou niet. Maar misschien heeft meneer Sterenberg het wel heel anders bedoeld. U heeft deze discussie ook gehoord, meneer Sterenberg. Wilt u daar helderheid over geven? Ja, mevrouw Kalf legt het eigenlijk al best goed uit. We vragen hier om een plan van aanpak. En dat lijkt me toch realistisch zat dat je dat kan doen. Nou ja, ik hoor binnen 2 jaar. We hebben het niet over een half jaar zoals bij de andere motie. Ik hoor de wethouder zeggen, het zou kunnen zijn dat zijn plan van aanpak niet precies binnen 2 jaar die 1000 ppm bereikt, maar bijvoorbeeld na 2,5 jaar of na 3 jaar. Of misschien wel na 1 jaar al, want hij weet dat nog niet. En de vraag is of u daar ook de ruimte voor biedt in uw motie, of niet? En, meneer Terpstra vindt dat hij ook een duit in het zakje wil doen. Meneer Terpstra. Ja, ik wil naar huis. Want in tegenstelling tot u zit ik me hier te verbijten. Want als we dit gisteren om 11:30 hadden gedaan, hadden we lang naar huis geweest. Ik herinner me uw vergelijking met de raket op de maan. Ja. Precies. Als we bullet 2 van het verzoek het college van de motie van de SP, als we daar het woordje met als doel toevoegen. Want ik begrijp van meneer Sterenburg dat het er niet gaat om al die klaslokalen. Maar het doel is om dat plan van aanpak te hebben en de raad te informeren, dan haal je volgens mij de angel uit de motie. Want ik lees nu dat wat er ook gevonden wordt, binnen 2 jaar alle klaslokalen aangepast moeten worden. Nou, en als ik niet weet wat dat kost, kan ik er niet voor zijn. Als het erom gaat met een plan van aanpak te komen, dan zou ik het woordje met als doel ertussen zetten. Voorzitter. Nou, ik had gevraagd aan meneer Sterenberg om uit te leggen wat hij heeft bedoeld. Dat heeft hij. U heeft net gezegd, mevrouw Kalf heeft het goed uitgelegd, in uw woorden. Ik heb daarna geprobeerd even ook een interpretatie te geven. Ik kom zo nog bij u terug, maar mevrouw Kalf wil even helpen. Nou ja, ik moet eerst even weten, die 1000 ppm. PPM. Dat is in de beleving van de VVD gewoon een wettelijke eis. Dus alle klaslokalen die er niet aan zouden voldoen, die staan in de min. Dus we vragen volgens mij niet iets extra's, maar iets wat in de wet staat voorgeschreven. Dus dat is in de beleving van de VVD iets om op zo kort mogelijke termijn in de range van de wet te krijgen. Als het dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Ik heb tot nog toe niet in het debat begrepen dat het een wettelijke eis is. Maar ook daar kan meneer Sterenberg even zijn licht over laten schijnen. Nou, dat is iets wat het RIVM adviseert. Om 1000 ppm aan te houden. Ja. Dat staat niet in de wet vastgelegd. Dat was precies wat u volgens mij ook daarnet zei, dus daarom wou ik dat even verhelderen. Nogmaals, meneer Sterenberg, zoals de wethouder het interpreteert, meneer Sterenberg, zoals de wethouder het interpreteert, hij zegt ik wil wel met een plan van aanpak komen. Maar ik weet niet of ik die 1000 ppm daarin precies in 2 jaar bereik. Dat zou sneller kunnen zijn, het zou ook wat trager kunnen zijn. Ik wil ook even kijken of die 1000 ppm eigenlijk wel de realistische norm is. Want misschien is er in samenspraak met de scholen een heel andere norm meer logisch, vanuit de wetgever. De vraag is die ruimte er nu voor de wethouder om op die manier die motie te interpreteren? Voorzitter, wij kunnen eigenlijk al instemmen met wat meneer Terpstra zegt om met als doel toe te voegen. Ja, maar dat was niet de vraag. Ik weet dat meneer Terpstra die suggestie deed, maar ik heb zelf twijfel of die suggestie precies tegemoet komt aan wat ik u nu vraag. Het was wel een relevante suggestie natuurlijk, maar ik weet niet of het precies de duiding overeenkomt. Dus vandaar dat ik vraag, heeft de wethouder nou die ruimte of niet? Ja.
Nou, kijk eens aan. Wethouder, u wilde graag nog reageren of niet? Ja, u moet hem heel veel keer indrukken. Dan gaat een keer het lampje aan. Ja, precies. Lang leven de ICT. Ik wil nog even toevoegen. De dingen die u zei zijn uiteraard helemaal waar. Maar daar aan toegevoegd. We zijn bezig met uitvoeringsplannen. Die pakken een deel van de scholen aan de komende jaren. En als we alle scholen in één keer moeten doen, dan betekent dat ook iets dat we dingen naar voren moeten halen, dat het financiële consequenties heeft. En dat onze partners, de scholen, de schoolbesturen, daar ook ja tegen moeten zeggen. Omdat dat voor hun ook iets betekent, ook voor bemensing, et cetera. Dus daarom zeg ik, doelen helemaal eens. Is het realistisch om binnen dat schema wat we nu van plan zijn te gaan varen, om daar dat allemaal te realiseren? Daar kom ik graag zo snel mogelijk bij op terug. Met een concreet plan waar ook de schoolpartners zeggen, dat gaan we doen en we gaan ervoor. Ja. Ja. En dat betekent dat we de discussie het alles niet invoegen met als doel. Niet per se nu hoeven uit te diepen omdat het verhaal duidelijk is. Wethouder, als ik u goed interpreteer, vindt u nog steeds dat u moet ontraden om deze motie aan te nemen? Ik dacht dat ik net de ruimte kreeg om... Ja. Het antwoord was ja. Dus... Die ruimte kreeg u, ja. Maar daarna heeft u weer een opmerking gemaakt die volgens, ja. Die volgens mij... Het gaat mij om dat concrete plan. Dat zeker. Dat eerst moet liggen. En dat, volgens mij kreeg ik daar de ruimte voor. En daar kan dus ook in staan wat de tijdlijnen zijn en wat realistisch is. Als ik die ruimte heb, ja. Dan wat mij betreft prima. Dan na die toelichting van de wethouder vraag ik weer aan meneer Sterrenberg of dat ook is wat, zoals hij het wil interpreteren. Ja, dat klopt. Akkoord. Dat betekent dat er 3 moties in stemming voor liggen. Is er voldoende aandacht aan besteed aan de bespreking daarvan? Betekent dat wij over kunnen gaan tot stemming? Ja, maar we gaan eerst stemmen over het integraal huisvestingsplan en daarna over de moties. Wie wil over het integraal huisvestingsplan een stemverklaring afleggen? Dat is niemand. Dan ga ik u vragen om te stemmen over het integraal huisvestingsplan. Wie is voor het integraal huisvestingsplan zoals het voor ligt? Dat bent u allemaal en daarmee is het unaniem aangenomen. Gaan we nu stemmen over de 3 moties. Allereerst die van de SP. Wie wil daar een stemverklaring over afleggen? Mevrouw Somers. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel eigenlijk het onderzoek al toegezegd was, heeft de SP het vanavond iets concreter gemaakt. Toezeggingen die er nu over en weer gedaan zijn, zeker een motie die wij kunnen ondersteunen. Dank u wel. Niemand anders? Ja, mevrouw Silos. Ja, het CDA heeft bij vrijwel elke commissievergadering of andere vergadering waarin de scholen gebouwen werden besproken, het gehad over het binnenklimaat. Dus wij ondersteunen deze motie van harte. Dank u wel. Dan vraag ik u wie voor de motie is van de SP. En dat bent u allemaal. Dus daarmee is die motie aangenomen. Gaan we naar motie 2 die van het CDA afkomstig is. Wie wil daar een stemverklaring over geven? Meneer Sterrenberg en mevrouw Somers. Eerst meneer Sterrenberg. Dank u wel, voorzitter. Ook wij als SP hebben geconstateerd dat er een zeer onveilige situatie ontstaan rond de scholen. Dit is onder andere alleen al via ons SP-buurteam Kruidenbuurt bevestigd. Maar weet ook dat bij meerdere scholen in Vlaardingen speelt. Daarom zullen wij zeker voor deze motie stemmen. Dank u wel, mevrouw Somers. Ja, dank u wel, voorzitter. VV 2000 Leefbaar Vlaardingen roept al jaren in deze raad dat Vlaardingen hoofdzakelijk een forense stad is. En dat betekent dus ook met de kinderen naar school brengen. Al heb je nog zo de ambitie dat mensen dat lopend of fietsend doen, de realiteit is dan een groot deel met de auto gaan. Dus wij denken dat deze motie een bijdrage gaat hebben om serieus naar dat probleem te kijken waar wij al jaren voor pleiten. Dus stemmen graag in met deze motie. Dank u wel. Kunnen we overgaan naar een stemverklaring van de heer Brouwer? Gaat uw gang. Wij stemmen ook voor, omdat ik iedere dag de ellende zie van het bij de probleem van de school achter ons. En zie hele files aanrijden, parkeren, maakt allemaal niet uit hoe. Gewoon midden op straat overlopen, andere verkeer in de weg zitten. Het is gewoon een ramp op zich. En
er is al vele malen wat gevraagd daar. En vele malen niks gedaan. Dus ik hoop dat er nu eindelijk eens een keer wat gebeurt. Dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor de motie van het CDA? Dat bent u allemaal. Dus die motie is unaniem aangenomen. En gaan we naar motie nummer 3 van GroenLinks. Is daar behoefte aan stemverklaring? Nee, dat is niet het geval. Wie is voor de motie van GroenLinks? Dat bent u ook allemaal. En dat betekent dat ook die motie is aangenomen. En dat de wethouder zijn huiswerk in de binnenzak heeft. En bij u terugkomt met de uitwerking daarvan. Gaan we over naar het laatste agendapunt van dat tweede deel van deze raadsvergadering. En dat is de motie buiten de orde die door de VVD wordt ingediend, maar ook wordt toegelicht. En mevrouw Kalf die zal het woord voeren om die motie toe te lichten. Mevrouw Kalf, u heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Soms word je door toeval raak je ergens mee bekend. En dan is het in sommige gevallen snel handelen. En de VVD is een enorme drammer als het gaat om terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen. En als we het hebben over regionale samenwerking. Vandaar op zo korte termijn dat wij de vrijheid hebben genomen om deze motie in te dienen. En waarom op zo korte termijn? Omdat na het zomerreces mogelijk er sprake is van onomkeerbaarheid en dat er nu nog net een paar weken zijn om invloed te kunnen uitoefenen. Voorzitter, intensieve regionale samenwerking met oog voor het algemeen belang is de basis voor het realiseren van onder andere de noodzakelijke hoogst haalbare bereikbaarheid in de meest brede zin van het woord. En alle overheden dienen zich terdege bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid in deze. Iets verder kijken dan lokale overheid dan je neus lang is, dus verder kijken dan je eigen gemeentegrens is hierbij een vereiste. En de brug over de Gaag is hiervan een aansprekend voorbeeld. Niet op Vlaardings grondgebied, maar voor vele Vlaardingers een bekende brug om naar Delft te komen. En of dat nou lopend, fietsend, met de auto of spelenvarend is. Voor alle genoemde mobiliteitsvormen is wachten bij een brug die openstaat een meer of mindere ergernis. En in een andere gevallen, zoals voor hulpdiensten, een te grote ergernis tot risicovol. De VVD roept ons als raad op figuurlijk gezamenlijk de gemeentegrens over te steken en het college te verzoeken de provincie te laten weten dat het aanleggen van een vaste brug op 1,80 meter veruit de voorkeur heeft boven een brug die meerdere keren per dag bediend moet worden en dus vertraging oplevert. En de gemeente Delfland op te roepen hun verantwoordelijkheid op te pakken en gebruik te maken van het aangeboden onderzoeksbudget van 25.000 euro om die vaste brug te kunnen realiseren. Voorzitter, tot slot. Het afwijzen door Vlaardingen van de Vlaardings op- en afritten bij de aanleg van de Blankenburgtunnel zit de VVD nog steeds erg hoog. Want ook deze zou door de bereikbaarheid van behalve Vlaardingen ook die van de gele regio substantieel verbeteren. Maar de enorme teleurstelling over de afwijzing van de oortjes weerhoudt de VVD niet om de noodzakelijke optimale realisatie van de aansluiting op de A4 bij onze buurgemeente desondanks daadkrachtig te verdedigen. En de VVD hoopt samen met u oog te houden voor het algemeen belang en voor de Vlaardingers, ook als het onze gemeentegrens overschrijdt. Ik denk, voorzitter, dat ik in mijn toelichting al het verzoek aan het college heb verwoord. Ja. Ik realiseer me dat het een veel tekst is, maar daar hebben we bewust voor gekozen om de achtergrondinformatie op zo korte termijn zo duidelijk mogelijk te kunnen overbrengen. Ja, volgens mij, ik heb de indruk dat dat ook gelukt is. Maar u wil een interruptie doen op het betoog van mevrouw Kalf, want wellicht kan dat nog verder verduidelijken. In ieder geval is deze motie voldoende ondersteund en is aan de orde van de vergadering. Mevrouw Silos wil interrumperen. Ja, ik ben niet goed op de hoogte van de raadslagingen in Midden-Delfland. Dus ik vraag me af, wat zijn de overwegingen van Midden-Delfland om het onderzoek niet te accepteren? Weet u dat, mevrouw Kalf? Ja. Ik had zo gehoopt dat die vraag niet zou komen. Maar het heeft alles te maken met de bestuurlijke crisis in Midden-Delfland. Met de herverkiezing. En dat is een algemeen bekend feit. Dat is niet iets waar ik... Maar het ligt even stil in Midden-Delfland. En dat kan zomaar gebeuren.
als er in de gemeente het wat lastig ligt. En ik doe een dringende oproep aan het college met begrip daarvoor om toch niet te stagneren. En ervoor te kiezen om dan ook in dat soort omstandigheden te wijzen op de verantwoordelijkheid die er dan in dit geval bij die gemeente ligt. Is dat voldoende, mevrouw Silos? Ja, ik ga ervan uit dat wat u zegt waar is. Wat als de gemeente Midden-Delfland als reactie op ons verzoek zou komen met een vraag of wij iets mee willen financieren? Nee, laat ik even heel helder zijn, voorzitter, als het mag. Het gaat niet om een enkel dubbeltje vanuit de gemeente Vlaardingen. Het zou ook heel bijzonder zijn als de VVD dat via een U-bocht zou vragen. Die 25.000 euro, die wordt gefinancierd vanuit de provincie. Want Midden-Delfland heeft gevraagd, van, kan dat onderzoek plaatsvinden? En de provincie heeft gezegd, dat budget krijgen jullie van ons. Maar dan moet je wel even een verzoek indienen dat je een onderzoek wil laten doen om die brug op een vaste hoogte te kunnen plaatsen. En door het, vanwege het feit dat het in Midden-Delfland een beetje stil ligt, komt dat verzoek niet. En dat zou betekenen dat na de zomer die nieuwe weg gaat aangelegd worden, zonder dat onderzocht is of dat een vaste brug kan worden op 1,80 meter hoogte. Waarbij alle weggebruikers, wandelaars, fietsers, ambulances, auto's, allemaal over een vaste brug heen kunnen, in plaats van dat de brug open moet als er een bootje onderdoor gaat. Dus er is geen sprake van financiële bijdrage of het is alleen maar elkaar helpen, elkaar ondersteunen regionaal om tot een zo goed mogelijke infrastructuur te komen. Mevrouw Silos, ik zal zo ook nog aan de wethouder natuurlijk vragen hoe hij vanuit zijn positie de motie beoordeelt. En wellicht kan hij ook iets vertellen hoe vanuit de bestuurlijke contacten de blik is op de positie van Midden-Delfland. Is dat een goed idee? Ja, meneer Van Nieuwhuizen. Dank u. U heeft het terecht over regionaal belang. VVD dient hier nu deze motie in. Gebeurt dat in Delft en Schiedam? Ja, ik noem maar even twee gemeentes vlakbij ook. Zijn de VVD-fracties daar ook voornemens zo'n motie in te dienen? Dat is nog even afwachten geblazen. En daarmee zal kristalhelder worden welke gemeente het niet doet en wel doet. En daarmee zou je ook kunnen aftekenen welke gemeentes wat breder denken dan hun eigen gemeentegrenzen. En welke gemeenten zeggen van, ach, het is mijn buurman, waar zou ik me eigenlijk druk over maken? Ja, maar voorzitter, heeft u contact gehad met uw collega's in Schiedam en Delft, ik noem maar even twee, of ze dat ook willen doen? Vanuit de VVD is dat gebeurd, dat kan u begrijpen. Alleen wij zijn het eerst aan de beurt. Meneer Vink. Ja, dank u, voorzitter. Ik vraag me af of we niet een beetje voor de troepen gaan uitlopen als we nu al een oproep doen. Want zo'n budget wat uitgegeven wordt door de provincie, die zal ongetwijfeld ook bewaakt worden door de provincie. En er zullen dus ook al voorwaarden aan gesteld zijn. Dus is het niet zo dat de provincie zelf al met actie zal komen omdat dat budget niet besteed wordt? Ik zit niet bij de provincie, dus ik moet spreken vanuit de informatie die ik heb. Het is ook na te lezen op de website van Provinciale Staten. Had ik er misschien nog even bij kunnen plakken. Dat de commissie Verkeer en Vervoer zelfs op de website een nadrukkelijke oproep doet aan Midden-Delfland. Om alsjeblieft dat verzoek in te dienen, zodat het onderzoek kan plaatsvinden. Want het heeft alles te maken met termijnen. En ga nou even niet aan mij vragen hoe die termijnen precies zitten. Maar het is een soort laatste poging om te kijken of er überhaupt een kans is om die brug zodanig aan te leggen dat er geen bediening meer nodig is en geen files meer ontstaan door open en dicht. Een stukje verbetering van de infrastructuur in onze regio. Niks meer, niks minder. Dank u wel, mevrouw Kalf. Meneer Vink, nog een vervolgvraag. Ik begrijp inderdaad wel waar het om gaat, maar ik begrijp ook uit uw verhaal dus dat de provincie dus wel degelijk hier al mee bezig is. En het lijkt me heel onverstandig om daar dus nu ook al op in te springen en gewoon de provincie even zijn werk te laten doen hierin. Dank u wel. Mevrouw Kalf? De provincie doet zijn werk en heeft zijn werk gedaan. Het gaat er nu juist om te proberen uit te stralen dat wij
waar we de wethouders ook regelmatig op bevragen. Als het gaat over gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld de metropoolregio. Dat we bij dit soort grote projecten het niet alleen kunnen, maar dat we elkaar moeten steunen. En dat we elkaar moeten opzoeken. En dat we iets verder moeten kijken dan alleen onze eigen gemeente. Dat we moeten proberen om met elkaar in de regio dingen voor elkaar te krijgen die dan misschien niet in onze achtertuin zitten, maar wel in ieder geval ook de belangen van de Vlaardingers, die ook natuurlijk gebruik maken van het water en de wegen. De heer Van Pienbroek, op nog een interruptie. En ik denk meneer Terpstra dat hij ook in de wachtrij staat. Meneer Van Pienbroek. Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat wij als Vlaardingen nu een oproep, een verzoek gaan doen, wat eigenlijk Midden-Delfland had moeten doen en die daar ergens om het verzoek niet doet of te laat gaat doen? Mevrouw Kalf? Nee, wij kunnen, als dat zo was, dan had ik de motie anders ingekleed. Als Vlaardingen een rol had kunnen spelen in het aanvragen van dat onderzoek, waar het budget voor ter beschikking is, dan had ik de motie uiteraard anders ingekleed. Maar omdat het in Midden-Delfland niet echt lekker van de grond komt, proberen wij dat aan te geven, dat omliggende gemeenten, en ik hoop dat bij Schiedam en Maassluis datzelfde gebeurt. Iedereen heeft het wel eens lastig in zijn gemeente. Om toch elkaar zo enthousiast te maken dat dat verzoek alsnog vanuit Delfland richting de provincie gaat. Ja, dat het onderzoek ook plaatsvindt. Ik wijs de heer Van Pienbroek op dat dat echt ook zo letterlijk in uw verzoek aan het college staat. Hè, dus wij, het tweede aandachtstreepje is dat ons college de gemeente Delfland per omgaande in klare taal dringend oproept om gebruik te maken van het onderzoeksaanbod. Nee, dus het is een getrapte aanpak, om maar even zo te zeggen. Meneer Terpstra en dan mevrouw Somers. Ja, voorzitter, wat ik me afvraag is of de bestuurlijke janboel, of hoe je het ook maar noemt in Midden-Delfland, de oorzaak dat is, of dat men alvast naar de vervolgkosten kijkt. Want als je nu een brug op 60 centimeter hoogte hebt en die moet naar 1,80 meter, praat je niet alleen over een brug, maar over dijklichamen. Wie gaat dat betalen? En als dat voor de gemeente Midden-Delfland is, zou het wel eens kunnen zijn dat ze geen zin in dat hele onderzoek hebben, omdat ze nooit de financiën gaan fourneren om dat te gaan doen. Meneer Terpstra, heeft mevrouw Kalf in andere woorden al gereageerd op die vraag, maar u kunt het nogmaals doen. Nou, ik zou in ieder geval even willen rectificeren dat ik de woorden janboel niet heb gebruikt, want dat zou ik echt niet durven. Het is niet zo als de heer Terpstra zegt, maar stel je voor dat het zo zou zijn, dat inderdaad Midden-Delfland zegt, ja, we willen dat geld er niet aan uitgeven. Lijkt mij dat je op een breder platform met alle gemeenten bij elkaar mogelijk, ik zeg niet dat het zo is, maar mogelijk tot de conclusie komt dat het zo'n breed gedragen wens is, dat ook andere gemeenten zouden zeggen, maar het is niet zo wat u zegt hoor. Dus dat is ook niet aan de orde. Dan mevrouw Somers, ter verduidelijking nog een interruptie, denk ik. Nou, inderdaad een interruptie. Ik heb eigenlijk twee dingen. Enerzijds, ik ben ontzettend benieuwd hoe het college gaat reageren op deze motie. En dat vernemen wij graag voordat ik zelf inhoudelijk verder ga reageren. Wat mij wel opvalt, is dat wij hier al menig discussie hebben gevoerd over alle perikelen rondom het Vlietland ziekenhuis. En dan vallen we allemaal over die vreselijke brug naar die Sint Franciscus. En een van de uitwerkingen van die plannen is dat we nu, onze artsen, gaan samenwerken of een plan aan het ontwikkelen zijn voor de samenwerking met het Reinier de Graaf. Mevrouw Kalf legt hier neer. Goh, hé, daar is ook een probleem met een bruggetje. En iedereen valt over daar. Ik zou toch zeggen, net zo goed als dat we die brug naar Rotterdam als een probleem ervaarden, denk ik dat het handig is, aangezien de VVD feitelijk alleen verzoekt om een onderzoek, en zelfs dat nog niet eens, om het college op te roepen dat alles in werking te stellen, dat het onderzoek er komt. Ik snap eigenlijk de hele discussie niet. En eerlijkheidshalve vind ik het ook meten met twee maten. Dan is daarmee de eerste termijn, denk ik, voor de raad voldoende aan de orde geweest. Er is een vraag aan de wethouder gesteld. Overigens deed ik dat ook al, maar mevrouw Somers voegt daar nog wat aan toe. Wethouder, kunt u in ieder geval aangeven hoe u zelf tegen de motie aankijkt, maar misschien ook iets vertellen over de bestuurlijke contacten met de buurgemeente daarover? Ja, voorzitter, crisis of geen crisis in Midden-Delfland, ik ga het er niet over, maar het doet ook helemaal niet de zaak. Als er één gemeente is die zich
heeft ingezet om die brug op hoogte te krijgen op 1,80 meter, dan is de gemeente Delfland wel. Het is een gemeentelijke weg, dus de gemeente Delfland is ook de gemeente die primair verantwoordelijk is voor die weg. Kleine gemeenten, maar die hebben toch bij elkaar 21 miljoen euro op de plank liggen om de brug te realiseren. En dan op een hoogte die geen 1,80 is, maar wat is het, 60 centimeter. Om hem op 1,80 te krijgen, en ik vertel maar even de geschiedenis. Ik heb het vanavond, begin vanavond, nog even nagevraagd bij wethouder Van Oort in Midden-Delfland. Om de brug op 1,80 te krijgen zouden 3 miljoen euro meer nodig zijn, bovenop de 21 miljoen euro. Met dat verhaal is Midden-Delfland destijds naar de MRDA gegaan. Vanuit de MRDA is er toen een toezegging gedaan, 3 miljoen euro, dat gaan wij niet volledig financieren. Maar we zijn wel bereid om een financiering te doen van 1,5 miljoen euro. En dat is de helft van die 3 miljoen euro, op voorwaarde dat die 1,5 miljoen euro ergens anders vandaan gehaald zou worden. De gemeente Delfland had het zelf niet, die zijn toen naar de provincie gegaan. U kent daar de gedeputeerde waarschijnlijk wel, van de VVD ook toevallig. En die heeft gezegd van, dat ga ik niet doen, ik ga daar geen 1,5 miljoen euro in steken, want het is geen provinciale weg, het is een gemeentelijke weg en dat financieren wij niet. Vervolgens heeft toen de provinciale staten wel besloten, of de gedeputeerde heeft besloten, van u mag nog wel een onderzoek doen voor 25.000 euro. Nadat de provincie zelf al had gezegd van die 1,5 miljoen euro gaan we er niet insteken. Op dat moment is Midden-Delfland nog een maand of zes ambtelijk aan de slag geweest met provinciale ambtenaren. Er ligt al zoveel onderzoek binnen Midden-Delfland zelf aan die brug, heb ik me laten vertellen vanavond. Extra onderzoek van 25.000 euro had daar niets aan bijgedragen. De gemeente Delfland heeft zelf die 1,5 miljoen euro niet. De provincie is niet bereid om het bij te dragen. En als doekje voor het bloeden heeft ze aangeboden om voor 25.000 euro een onderzoek te doen. Dat is wat ik ervan begrepen heb. Ik heb ook begrepen dat inmiddels de procedures om te komen tot de brug zoals die er nu ligt voor die 21 miljoen euro volledig doorlopen zijn. Dat is wat ik vanuit Midden-Delfland meekrijg. Dus ik zou het bijna gênant vinden, laat ik dat er nog even aan toevoegen, om aan Midden-Delfland een brief te schrijven, zoals het hier verwoord staat. Ik weet dat er één gemeente er altijd voor gevochten heeft, minstens een jaar lang, en dat is Midden-Delfland zelf geweest. Nogmaals, crisis of geen crisis. Dank u wel. Tot zover de opmerkingen vanuit het college, vanuit wethouder Van Harten. De tweede termijn voor de raad. Ik zou me kunnen voorstellen dat mevrouw Kalf hier ook nog wat opmerkingen over wil maken. Ja, voorzitter. Het betoog van de wethouder legt feilloos bloot hoe het dus gaat. Dat we regionaal moeten proberen onze infrastructuur op orde te krijgen. Dat op een gemis van 1,5 miljoen zoiets in de prullenbak verdwijnt. Het is jammer dat wij hier in de Raad daar nooit in een stadium over hebben gesproken. Het is wel zo dat de democratie staat natuurlijk hoog. Maar je kunt natuurlijk ook elkaar ondersteunen. En vooral proberen een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de wens om die vaste brug neer te leggen. En als u zegt, en ik ga ervan uit dat u daar gelijk in heeft, dat op een project van 25 miljoen, 1,5 miljoen de oorzaak is dat het niet doorgaat, dan hebben we gezamenlijk, regionaal, nog heel wat stappen te zetten. En heeft dat nog consequenties voor uw motie, mevrouw Kalf? Ja, interruptie van meneer Hogeboom. Ik kan het toch niet laten. De brug komt er. Hij wordt alleen 60 centimeter in plaats van 1,80 meter. Ik zie het probleem niet. Hoeveel mensen gaan er met een boot naar het Rainier de Graaf toe als ze haast hebben? Mevrouw Kalf? Dat was een grapje. Ik zeg het wel eens vaker, hè, of ik nou wel Nederlands spreek. Het gaat over alle mensen die gebruik maken, dus op het water, fiets, wandelaars en auto's. En als u de motie gelezen heeft, het wordt de officiële aansluiting op de A4. Nu gaat 3-4 keer per dag gaat die brug omhoog, staan er een paar auto's. En dan gaat de brug weer dicht en dan kunnen de auto's weer doorrijden. Als het de officiële aansluiting voor de A4 wordt, kunt u en ik misschien wel verwachten dat de intensiteit van het verkeer hoger gaat worden. In de motie staat ook genoemd, ik dacht ik hoef een aap niet te leren klimmen. Maar mevrouw Somers heeft nog even uitgelegd dat het ook gaat om de bereikbaarheid van het Rijn in de Graaf ziekenhuis. En dat betekent ook dat er veelvuldig gebruik zal worden gemaakt door hulpdiensten van die weg. Als dan de brug op 1,80 meter zit,
hoeft de brug niet meer open, kunnen de bootjes eronder door zo vaak als ze willen. Autootjes kunnen er overheen en dan hebben we geen last meer van ongewenste hindernissen. Meneer Hogeboom, nogmaals. We kunnen ik dank voor de uitstekende uitleg. Dank u wel. Is er nog behoefte in de tweede termijn om hier nog nader van gedachten over te wisselen of heeft iedereen het beeld wel scherp? En kunnen we overgaan tot stemming over de motie? Ja, dat kunnen we doen. Dan ga ik vragen aan mevrouw Kalf, ja, want natuurlijk, want ik vroeg net ook van heeft dit nog consequenties voor uw motie? Wellicht wel, wellicht niet, zegt u maar. Ik wil graag even 5 minuten schorsen, 10 minuten schorsen. Ja. Ja, we gaan schorsen tot, laten we zeggen, 10:50. Wij gaan de vergadering vervolgen. En ik vraag dan ook aandacht van de raadsleden om weer niet alleen terug te keren naar plaats, maar ook te luisteren naar mevrouw Kalf. Want zij gaat na de schorsing ook het woord nemen. En ik heb van mevrouw Kalf begrepen dat zij in wil gaan op de tekst van haar motie. Dus als u even goed meeluistert, dan weet u ook wat het voorstel van mevrouw Kalf inhoudt. Het woord is aan mevrouw Kalf van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Met dank aan de portefeuillehouder en de verduidelijking die hij gegeven heeft. Daarmee ligt het kristalhelder hoe of de hazen lopen. En wij zouden dan ook willen voorstellen om de motie toch in stemming te brengen. Maar dan bij het laatste gedeelte verzoekt het college het laatste bolletje te laten vervallen. En het eerste bolletje een kleine aanvulling. De provincie per omgaande in klare taal te laten weten dat de gemeente Vlaardingen het initiatief volledig ondersteunt om de brug over de Gaag als vaste brug op 1,80 meter aan te leggen. Onder vermelding van bovenstaande constateringen en overwegingen. En dan komt de aanvulling. Onder mededeling dat de ontbrekende 1,5 miljoen geen beletsel mag zijn voor de significante verbetering van de infrastructuur. Dank u wel, mevrouw Kalf. Volgens mij heeft mevrouw Kalf een duidelijke aanpassing verwoord in de tekst van haar motie. Ik ga hem ook nog even herhalen, zodat u ook precies weet wat die aanpassing behelst. Als u het erbij heeft, dan gaat het om het verzoek aan het college. Want dat is even de essentie van de motie. Het eerste aandachtstreepje wordt iets gewijzigd, namelijk de provincie per omgaande in klare taal te laten weten dat de gemeente Vlaardingen het initiatief volledig ondersteunt. Dan vallen er een paar woordjes weg met betrekking tot nader onderzoek. Daar gaat even een streep door. Maar de zin loopt door, dus het initiatief volledig ondersteunt om de brug over de Gaag als vaste brug op 1,80 meter aan te leggen. Onder vermelding van de bovenstaande constateringen en overwegingen. Onder mededeling dat de ontbrekende 1,5 miljoen geen beletsel mag zijn voor de significante verbetering van de infrastructuur. Het tweede aandachtstreepje, dus dat wij de gemeente Delfland per omgaan in klare taal zouden oproepen, die vervalt. Ja? Voor iedereen duidelijk, denk ik. Is er behoefte om in tweede termijn hier nog met elkaar over te spreken of naar aanleiding van deze verandering van de tekst? Als dat niet aan de orde is, dan vraag ik aan de wethouder of hij... Oh, is wel aan de orde. Mevrouw Heindijk. Maar dan roepen we ze op dat we die verhoogde brug, een goed initiatief vinden. Niet om 1,5 miljoen bij te storten. Want dat vind ik nog wel een belangrijk verschil. Roepen we ze nou op om te zeggen van wij vinden dat ook een goed initiatief, die verhoogde brug. Of roepen we ze op de provincie om die 1,5 miljoen toch bij te storten? Nou, het staat er genuanceerd, maar mevrouw Kalf kan natuurlijk zelf toelichten wat daar volgens haar staat, mevrouw Kalf. Nou, ik ga ervan uit dat de provincie zich een hoedje schaamt, inderdaad, in het hele grote project. En direct zegt, ja, het gaat inderdaad over 1,5 miljoen, dat passen wij bij. Of ze gaan overleggen met de metropoolregio, of ze gaan aan crowdfunding doen. Maar de boodschap die afgegeven wordt hiermede is dat wij in ieder geval vinden dat op zo'n groot project
de significante verbetering van de infrastructuur, ook als we denken aan het ziekenhuis, ook als we denken aan de hulpdiensten, dat dat geen beletsel mag zijn om af te zien van het aanleggen van een vaste brug in plaats van een grote, aan onderhoud onderhevige andere brug, die 5, 7, 20, 30 keer per dag open en dicht moet. Meneer Terpstra, u wilt hier ook nog op reageren? Ja, voorzitter, omdat mijn stemverklaring anders te lang is. Tot 2 uur geleden had ik nog nooit van dit probleem gehoord. Vervolgens komt mevrouw Kalf komt uitleggen wat het doel en de aard van de motie zijn. Ik zei Janboel terecht, mevrouw Kalf heeft die woorden niet gezegd, hè, bestuurlijke crisis. Vervolgens krijgen we het antwoord van de wethouder, wat een heel ander licht op de zaak werpt. Dat zou op zijn minst, dat roept bij mij de twijfel op, hoe zit het nu precies en waar vragen we nu precies om? En dan vervolgens gaan wij hier bepalen voor provinciale staten. Ik vind dat nogal aanmatigend. Hè? Ik moet nog zien dat ze straks in Maassluis zeggen dat wij hier 2 miljoen moeten fourneren voor iets wat wij niet willen. Maar Maassluis draagt ons op om dat te willen. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Wij gaan provinciale staten nu opdragen om die 1,5 miljoen ter beschikking te stellen. En een brug op 1,80 meter, waarvan er misschien wel hele andere problemen omheen zijn die we niet kennen. Ik vind het een beetje ad hoc politiek. En ik vind niet dat we dat zouden moeten doen. Dank u wel. Zijn er nog anderen die in deze termijn het woord willen voeren? Want ik denk dat het goed is dat ik anders ook nog de wethouder vraag, die in eerste termijn een duidelijke bijdrage aan het debat leverde en van informatie kon voorzien. De motie meent daarop wat in te spelen nu. Wethouder, wilt u nog iets toevoegen zodat de raadsleden dat kunnen betrekken bij hun overwegingen? Nou, het tweede bolletje dat is verdwenen. Daar ben ik op zich blij om, want een brief aan de gemeente Delfland zou ik echt moeite mee gehad hebben. Maar de toevoeging bij het eerste punt. Kijk, ik weet dat de provincie provinciale wegen betaalt. En dat is ook niet zo raar ook, want daar is de provincie voor. En als het gaat om gemeentelijke wegen, dan betaalt de provincie daar niet voor. Dat is een kraakheldere lijn. Daar kunnen wij hier van alles en nog wat van vinden. Maar de gedeputeerde heeft in ieder geval gemeend dat ze daar niet aan bijdragen. Ja, een brief sturen, alles kan. Maar wat daarin verandert op dat moment als we een brief sturen, ik vrees dat die in de onderste la verdwijnt. Dat is het enige wat ik u kan meedelen. Dank u wel. Tot zover de inbreng van de wethouder. Ik denk dat we over kunnen gaan tot stemming. Als u alle voldoende informatie heeft om een oordeel te kunnen vormen. Ja? Dan gaan we eens kijken wie een stemverklaring wil afleggen voordat we bij de stemming komen. Ik zie enkele een aanstand te maken. Eerst maar meneer Vink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als een motie ingebracht wordt en hij is helder en het is duidelijk waar het over gaat, dan vind je de SSP. Dit probleem kennen wij niet en daarom zullen wij ook niet voor deze motie stemmen. Dank u wel, meneer Alderliefste. Dank u wel, voorzitter. Op zich vinden we het probleem aanhankelijk maken zoals de VVD dat doet helemaal niet slecht. We mogen best buiten de gemeentegrenzen kijken. Dus daarvoor dank. Moedig, goed gedaan. Ik zie alleen niet zo snel een oplossing voor dit probleem middels deze brief. En daarom zullen wij toch tegenstemmen. Dank u wel, meneer Van Pienbroek. Dank u wel, voorzitter. Wij willen deze oproep een kans gunnen, dus wij zullen voorstemmen. Dank u wel, meneer Van Pienbroek. Mevrouw de Jong. Met alle decentralisaties en de synergieontwikkelingen die daaruit voortkomen, is het belangrijk voor de regio dat wij een goede infra hebben. En voordat minister Schulz weer gaat verbieden om een brug open en dicht te doen, gelijktijdig met anderen, wij zullen instemmen met het voorliggende motie. Dank u wel. Mevrouw Somers. Ja, dank u wel, voorzitter. Feitelijk hebben wij de wethouder net horen aangeven dat inderdaad er sprake was van die plannen, dat dat ook de plannen waren van de desbetreffende gemeente en dat de spaak is gelopen op 1,5 miljoen euro. Als Vlaardingen haar steentje kan bijdragen in de hoop dat er toch nog eens naar gekeken gaat worden en dat helpt ook zeker de Vlaardingse inwoners om snel bij een ziekenhuis te kunnen komen, stemmen wij in. Dank u wel. Zo heeft iedereen de stemverklaring kunnen afleggen die wilde. Dan gaan we over tot stemming. En ik ga u vragen om de hand op te steken als u voor de motie bent.
En dat betreft de fractie van ChristenUnie-SGP, D66 althans voor zover aanwezig, Stadsbelangen, VV2000 Leefbaar Vlaardingen, Ons Vlaardingen, VVD, GroenLinks en AOV. En dan vraag ik wie daar tegen is. En dat zijn de fracties van Partij van de Arbeid, CDA en SP. En u heeft mee kunnen tellen en dan ziet u dat er een meerderheid is voor de motie. En de uitslag is 19 voor en 11 tegen. Daarmee is de motie aangenomen en wordt het college verzocht om de provincie dat verzoek te doen. Dan hebben wij daarmee denk ik voldoende de avond besteed aan het raadswerk. Natuurlijk kunnen wij nog even naspreken met elkaar. Ik wens een ieder hier in de zaal of elders een prettige avond nog en een goede nacht. De Raad live.